Hey, maar guys, zullen we ook, want vanuit Kas zo'n suggestie toch, dat we het gaan hebben over portfolio's of iets in die trant. Wat voor idee had je daarbij, Kas? Ja, we hadden toen laatst al een beetje gedaan over die portfolio's en zo. Die van mensen die in jou toegestuurd hadden, ging bekijken. Ja, toch? En gewoon kijken van ja, hoe hebben mensen dat ingedeeld en wat kan beter, weet je? Ik denk dat we daar misschien met z'n allen wel wat van kunnen leren om gewoon goed te zetten voor de aankomende tijd. Ja, toch? Ah, is goed, Verdeling man. van dat soort dingen. Zullen we even gewoon. Willen jullie misschien zelf je portfolio delen? Of in ieder geval de projecten Ja, noemen erin? ik Of zat in... hem al op te zoeken. Dus. Want dan starten we daarmee. En dan kan ik daarna gewoon een beetje DM's nagaan. En dan kan iedereen ook gewoon zijn mening geven, weet je. Dan hebben we ook gewoon verschillende perspectieven. En misschien ook een klein beetje discussie. Want kijk, ik sta wel die portfolio's te ranken. Maar uiteindelijk is dat mijn mening, snap je? Iemand anders kan zomaar een andere mening hebben. En hem dan veel beter vinden of whatever, weet je. Even kijken. Oké, is dat de eerste? Ja. Even kijken. Voor mij had ik deze ook al een video over gemaakt, toch, Thijs? Ja. Nee, zes. Zes. Ja, man, Normaal. oké. Reden Die ervoor? video heb ik gemist. Reden ervoor was eigenlijk heel simpel. Want ik zag sowieso in de comments dat Ian er een andere mening over had. En voor mij iemand anders gaf ook een andere mening. Wat ik sowieso mis is gewoon Bitcoin überhaupt. En het hoeft niet veel te zijn, maar een klein beetje zou ik er wel überhaupt in hebben. Omdat, kijk, je moet het zeg maar zo zien dat die hele, ik denk dat vanaf januari, ik denk aankomende cyclus, gaat er een zwaar tekort zijn op Bitcoin, denk ik. Dus ik denk dat de prijs van Bitcoin aanzienlijk gaat stijgen. En dat het ook een beetje de vraag is of de altcoins daarin meegaan. Dus om die reden zou ik sowieso Bitcoin exposure willen, toch? Als je dan kijkt, dan heb je zeg maar Ripple. En die zou ik echt puur erbij hebben, ook voor het Ripple-rechtszaak, zeg maar. Of ik daar nou zelf Ripple erin hou, is een klein beetje de vraag. Ik denk dat ik hem zelf dan eigenlijk toch wel een deel ga verkopen. Injective Protocol vind ik dan een goede layer 1. Je hebt Avalanche als een goede layer 1. Phantom was een goede layer 1. Dus je hebt zeg maar drie projecten, dus in dat opzicht ben je goed gedekt. Dan heb je Chainlink. Alleen ik heb heel erg mijn twijfels bij Chainlink. Ik moet zeggen dat ik Chainlink zelf ook in mijn portfolio heb. Dus het is misschien een beetje kritisch om dat zeg maar op die manier te zeggen. Maar het is wel zo dat ik denk dat oracles zeg maar gaan verdwijnen uit het hele Wanneer is cryptolandschap. dat die tijd? En Band Dat is veel Protocol meer. hoort er ook bij. Wat zei je? Nee, sorry. En ga maar door. Dus Chainlink en Band Protocol, ik denk dat het voor nu aankomende cyclus wel een goede twee projecten zijn die je erbij kan hebben. Maar ik denk dat je er heel scherp op moet zijn en blijven. Dan Reserve Rights, daar geloof ik niet zo in. Want ik denk dat. Kijk, de enige reden waarom zij eventueel bestaansrecht hebben, is juist voor het worden van een nieuwe soort. Reserve currency, toch? Dus het aanbieden van stablecoins voor landen die te maken hebben met hyperinflatie. Maar ik denk dat aan het eind van de dag Bitcoin voor hen het antwoord is. En dat als Bitcoin het antwoord niet is, dat er dan andere projecten zijn die dat kunnen oplossen, snap je wat ik bedoel? Dus als ik het goed herinner, dan zit Algorand bijvoorbeeld ook. Wordt gebruikt in Indonesië of zo. Ik ben even kwijt waar het nou precies was. Maar daar worden ze gedekt om daar zeg maar de inflatie tegen te gaan en betalingen te regelen, et cetera. En ik denk dat aan het eind van de dag dat je dan meer kan met zulke protocollen dan dat je uiteindelijk gaat kunnen met reserve rights. Dus het is meer dat ik heel erg kritisch kijk naar die projecten. En VeChain net zo. VeChain, ja. Waarom zou VeChain zeg maar stijgen in prijs toch? Er zit niet echt een duidelijke demand achter. Natuurlijk is het zo dat. De bedrijven die straks gebruik maken van die supply chain, uiteindelijk die token gaan gebruiken. Maar het zorgt dat voor genoeg behoefte daadwerkelijk.
Ja, ik weet het niet. Ik zou zeggen dat dat best wel een risicovol is. En heel veel mensen hebben VeChain omdat iedereen het over VeChain heeft, maar niet zozeer dat andere. En Lina, dat is een project voor jou, maar dat zou ik dan wel erbij betrekken. Dus echt een soort real-world asset project. En wat ik er dan wel in mis is bijvoorbeeld een klapper. Dus echt in de vorm van een lage market cap coin. Waarbij je zegt van nou, dit kan echt een project worden dat daadwerkelijk iets wordt. Ik mis bijvoorbeeld een decentrale applicatie op een layer 1 protocol. Dus dat je zegt van oké, deze applicatie gaat veel gebruikt worden en er zijn daar veel redenen voor om zo'n token te hebben. En je kan eventueel inspelen op andere narratives, toch? Dus of dat nou Ja. AI is of het weet ik veel wat. Dus in dat opzicht denk ik dat, dat je gewoon een goed portfolio hebt. Maar ik zou niet zeggen van ja, dit is het portfolio. Snap je? Dus daarom Ja, dacht ik van ik dat snap ik, ja. kom op een 6. Maar niet dat ik Maar denk van het is sowieso een beter portfolio dan de meeste die ik heb gezien. Daar niet van. ik heb ook nog op mijn wallet staan, want ik heb ook nog een wallet, zeg maar. Daar heb ik ook nog Credify, Theo Petrodam en Realio Network, zeg maar. Dus die heb ik van jullie toen gehad. Dus daar heb ik ook een kleine €500 nou gespreid over zitten. Zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk meer de klappers. Dus de lage market cap coins die ik heb. Van de X'en. Ja. Ja. Zoals zo'n Rio bijvoorbeeld. Die staat nou op 1 miljoen market cap, dacht ik. Ja. Zoiets. Als die gewoon naar een 100 miljoen gaat, dat is al gewoon keer 100. Dat is al €190.000 volgens mij. €19.000. En Op besef dit als hij naar moment. een miljard gaat. Shit, Ja, 1000 x. laat Ja. zeggen 100 miljoen. Nog niet eens heel gek. Dat we nog niet eens heel gek gaan doen, hè. Dan dat zou gewoon easy kunnen. Of zo'n Credify, die is al best wel hoog geweest. Dus ja, ik verwacht dat zo'n project zeker wel naar een 40 of 50 miljoen kan gaan. En dat zou eigenlijk al dikke winst zijn. Heb ik eigenlijk al mijn hele inleg van mijn hele portfolio eigenlijk alweer terug. Zonder, ja, met eigenlijk gewoon een shitcoin. Of die eigenlijk nog shit is. Maar misschien ja, later Het is gewoon een nog gem, flink dat kan noemen ze stijgen. gems. Ja. Ja, bedankt voor de correctie. Nee, maar inderdaad, ja, ik denk dat het sowieso een goede instelling is. En natuurlijk is de kans klein dat dat soort projecten dan daadwerkelijk iets gaan worden. Maar wat jij zegt en Ja. hoe je het beargumenteert, ja, zo is het gewoon. Ja, je gaat nooit kijken naar van elk project wat je langs ziet komen van ja, als die zoveel keer gaat met een miljoen market cap. Ja, vaak kijk je gewoon naar wat een project is, wat ze doen en dan hoe ze presteren. En dan ja, een beetje kijken naar hoe ze gelist staan en of er nieuwe listings komen. En dan kun je eigenlijk verwachten dat zo'n coin misschien weliswaar kan gaan stijgen. En ja, de kans is, moet je eigenlijk gewoon groter zien dat die gewoon niet gaat stijgen als je in zoiets investeert. Ja, 100% mee eens, man. Ik heb ook een aanvullend puntje. Jullie moeten niet vergeten, ja, ik heb al meerdere cyclussen meegemaakt, hè. Waar het op neerkomt, is dat niemand zit te wachten om op onze oude bags te kopen. En daarmee bedoel ik meer van even als voorbeeldje, er komt een nieuwe run. Laten we even de meme voorbeelden nemen. Doge, Shiba, Pepe. De mensen die dus in Doge zitten, maar niet in Pepe, die gaan heel veel gains missen. Omdat puur Doge die bestaat heel lang. Die is al veel grotere MCAP natuurlijk. Maar echt, het is gewoon een menselijke activiteit of handeling, emotie. Ik ga jouw bags niet kopen. Ik koop liever een nieuwe bag. Oftewel, nieuwe munten, die zullen altijd, of ja, altijd is het groot hoor. Mits ze dus hun producten, hun samenwerking, users allemaal aan het plussen zijn. Zullen nieuwe munten altijd aantrekkelijk zijn in de nieuwe bullrun. En ja, vandaar dus die Tio, Clio, Kriegersmarine, die RWA-narrative. BlackRock, zij hinten juist van: yo guys, dit wordt de nieuwe sentiment. Waar je bijvoorbeeld 2017 altcoins had, het ICO, links en rechts iedereen zei starten in 2020 DeFi en NFT's, wordt het waarschijnlijk in 2023-2024. De real-world assets, DeFi gaat blijven. Maar ik denk dat real-world assets echt de meeste gains/fracties zullen hebben. Dus alle projecten die daarmee aandoen, uitgaan van Avalanche, naar Lina, naar, ja, noem maar op, Tio, Tio.
Die zullen zodanig groeien in marktwaarde ten opzichte van totale cryptocurrency market cap, dat echt de meeste games vallen. En die zullen gewoon daar vallen. Dus het zou logisch zijn om in de RWA's een exposure te hebben. Ongeacht van de layer 1, dus BTC, XRP, Ethereum, dat zijn de no-brainers, Avalanche, etc. Mm-hmm. Maar nogmaals, nieuwe bags, niemand wil onze oude bags. En Pepe, ik zeg je eerlijk, elke bullrun die heeft een meme. Ik denk dat Pepe echt heel veel... Ik heb Pepe helaas weer verkocht, ja, beter ook. Maar ik zit Pepe kijken waar ik weer in kan stappen. Want ja, Pepe is gek gegaan ook, heb ik begrepen, hè? Afgelopen dagen weer. Eerlijk? Ja, man. Die pumpt in één keer 50% volgens mij. Ja, man. En daarom, yo, de doosje wat je geeft aan ze wegen, maar Pepe wel. Dus dat zegt iets. En daarom, het is een 600 millies of zo, 700 millies. Daarin kan makkelijk 100x'en, man, dat is 60 miljard. Echt. Met de nieuwe money dat daarin zit te komen. Ja, dit wordt super belachelijk. En dus daarom zou ik, als het een nieuwe munt, meme munt, zou ik liever Pepe dan Shiba of Doge. En dus alle mensen die Shiba en Doge hebben, zou ik echt checken om over te switchen naar Pepe, man. Not financial advice advies, maar ik denk dat de meestere of nog grotere gains zullen uit Pepe gehaald worden. Ja, nee, ik snap je gedachten gaan, over waar het vandaan komt, man. En ik denk ook dat als je nu bijvoorbeeld kijkt op een website als Crypto Insider, weet je, met allemaal nieuwsupdates. Het gaat alleen maar over Pepe. Je hoort niks over Doge of wat dan ook. Dus, ja, de social is eigenlijk maar Pepe. Ja, dus iedereen verandert ook van waar de aandacht naartoe gaat, toch? Dus eigenlijk waar we het net over hebben met conspiracies. Zo werkt het ook eigenlijk in crypto. Het gaat heel erg om waar ligt de aandacht. Dus kijk, een andere narrative zou bijvoorbeeld ook privacy kunnen zijn, toch? Want privacy wordt een steeds groter item, dit en dat. Maar je hebt natuurlijk ook tegelijkertijd de regulaties die een rol spelen. Ik denk dat dat is geen narrative waar ik in wil zitten. Maar het zou wel een narrative kunnen zijn waarop je kan inspelen. Juist omdat, zeg maar, dit een steeds drukkender item wordt voor mensen, snap je? Ja. Maar Mike, ja? Ze zeggen dus nu van, dit is echt de laatste cycle voor je gains. Maar waarom gaat de volgende cycle niet weer dezelfde gains opleveren? Omdat de gedachte die daaraan vastzit, en een gedachte die ik ergens ook deel, en misschien ook zelfs op hoop, maar dat is een los verhaal, is dat tot heden, en ook eigenlijk waar ik nu op inspeel, is mijn gameplan, mijn battleplan, de Bitcoin-cyclus. De halving die elke 4 jaar plaatsvindt. Dus april 2024, misschien mei 2024, hebben we een Bitcoin-halving. Dat zal waarschijnlijk de incentive zijn voor een nieuwe boeren. Want als Bitcoin gaat vliegen, dan volgen de altcoins. Dat is elke cyclus zo geweest en gebleken. Het grote verschil tussen aankomende cyclus en voorgaande cyclussen is dat voorheen het alleen de internetgekkies, de criminelen die op het dark web zaten, de mensen die tegen de overheid waren, tegen centrale banken, echt actief waren in crypto. Nu zien we dat er langzaam een verschuiving komt naar mainstream. Dus dat het niet zozeer eens meer is dat mensen met een bepaalde niche of specialiteit of bepaald gedachtegoed bezig zijn met Bitcoin of daar de meerwaarde van zien. Nee, nu hoef je niet meer uit te leggen wat Bitcoin is. Nu is crypto soms irritant onder mensen, weet je. Dus dat al heb je weer zo'n crypto guy. Dus het is, zeg maar, niet meer oud. Het is, zeg maar, of niet meer nieuw. Het is super oud ondertussen. Dit in combinatie met het feit dat nu heel veel grote vermogensbeheerders, waaronder dus zo'n BlackRock bijvoorbeeld, en eigenlijk iedereen die nu dus in de rij staat om zo'n spot ETF te openen, wat in andere delen van het land eigenlijk al zo is, ga je dus een situatie krijgen waarbij Bitcoin extreem schaars wordt. Want nu zijn het niet alleen meer de retailbeleggers of hier en daar een bedrijf zoals MicroStrategy. Nee, straks zijn het partijen, letterlijk de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die niet alleen zelf met hun vermogen erin kan investeren en daarmee dus echt Bitcoin opkoopt in plaats van dat het gaat om een futures contract. Dus oftewel de toekomstige waarde van iets in plaats van dat ze daadwerkelijk die asset kopen. Dat zij de deuren openstellen voor andere investeerders. Dus denk aan pensioenfondsen, verzekeraars, allemaal van dat soort partijen die via hen kan investeren in Bitcoin. Dus er gaat waarschijnlijk een situatie komen waarbij, kijk, als je een beetje in die conspiracies gelooft en in die gedachten, dan is niks toeval en alles is uitgepland. En daar geloof ik ook heel erg in. En dan is de race die dit soort partijen hadden, was dat zij
hun eigen structuren, eigen regels op orde moesten hebben voordat ze zelf erin zouden springen. We zien nu dat die Ripple-rechtszaak tot een einde komt. We zien dat de SEC hun laatste spartelingen aan het doen is voordat ze crypto daadwerkelijk goedkeuren. Je ziet eigenlijk dat alles duidt niet zozeer op het tegenzitten van crypto, of dat zeg ik verkeerd, niet per se op het verbieden van crypto, ook al laten ze het lijken alsof dit hun gameplan is en dit wat zij willen bereiken met die rechtszaak en dergelijke. Het enige waar ze echt mee bezig zijn is het vertragen van de markt. Het vertragen en misinformeren van de retailbeleggers, de mensen thuis. Omdat dit de nieuwe, betere asset is die een verbetering is op goud en andere vaste assets in een manier die ongekend is. Het is decentraal, er zit niemand achter, er is niet mee te frauderen. Het heeft een gelimiteerde cap. Je hoeft niemand te vertrouwen, het is gewoon te vertrouwen. Wat was dat spreekwoord nou ook weer, Ian? Don't verify, trust verify. Don't trust, but verify. Oh, ik hoor niemand. Oh, volgens mij wel. Mijn headset is fucked op, man. Dus wat zei je? Do not trust, but verify. Ja, do not trust, but verify. Het is makkelijker mee te nemen dan goud. Het is beter op te slaan. In plaats van dat je met kilo's moet sjouwen. Waarbij er alleen wordt gerekend met de daadwerkelijke voorraad die bovengronds is. De market cap van goud. Terwijl er nog heel veel in de aarde kan zitten op andere planeten. We gaan binnenkort ook door de ruimte reizen. Dus wie zegt dat goud de asset is? Misschien vinden we straks een manier om te teleporteren of weet ik veel wat. Om vervolgens op een andere planeet of op een komeet fucking veel goud te vinden. Dat zijn allemaal situaties die misschien uit de lucht gegrepen zijn, maar wel gewoon kunnen plaatsvinden. Waarbij je bij Bitcoin op dit moment gewoon geen last hebt. Dus al die dingen, en dit is nog maar het topje van de ijsberg waarom Bitcoin beter is dan alles wat er tot heden was. Dat in combinatie met dat we nu op een hoogtepunt zitten van niet alleen misinformatie vanuit overheden, maar ook nog eens de communicatie tussen het volk, waardoor dit soort dingen sneller en beter aan het licht gebracht kunnen worden, waardoor zeg maar het normale volk overheden, centrale partijen minder vertrouwt dan ooit tevoren, als je het mij vraagt. Denk ik dat dit gewoon het moment is voor zo'n transitie, waarbij we dus inderdaad overgaan van fiat geld naar iets wat eigenlijk beter is voor het volk. En dat is Bitcoin. En dan kom je dus weer terug bij dat wat ik net zei. Als dat inderdaad de situatie is, wat het natuurlijk is, want op deze manier is ook de hele reden waarom Bitcoin überhaupt is uitgebracht en naar buiten gebracht, dat ze dus daar zijn zodat je geen centrale partijen meer hoeft te vertrouwen, dan kom je dus ineens bij de situatie dat een centrale partij, denk dus aan centrale banken, overheden, vermogensbeheerder, ga zo maar verder, dat zij geen andere keus hadden dan vertragen tot ze zelf klaar waren om erin mee te gaan. En dat komt er nu dus aan. Dus als mensen het hebben over dit kan de laatste cyclus zijn, dat komt omdat nu de mensen die er het meest last van hebben ineens boven water komen en zeggen, hey boys, ik denk dat het nu tijd is om eindelijk erin mee te gaan. Omdat wij ondertussen achter de schermen klaar hebben staan wat we willen gaan doen. En wat dat dan is, dat is natuurlijk de vraag. Dat zullen we pas zien wanneer het wordt gedaan en wordt uitgevoerd. Maar dit is wel waarom ik denk dat dit een van de laatste cycluses kan zijn. Omdat als Bitcoin straks inderdaad niet meer op te kopen is, omdat het of niet meer te kopen is op exchanges, of omdat het dan langs zo'n vermogensbeheerder moet, dus dat je het alleen via een BlackRock kunt aankopen. Ja, dan ziet het er naar uit dat het misschien niet meer zo gaat zijn dat we een bear market gaan hebben voor Bitcoin. Maar dat de prijs misschien altijd heel erg hoog blijft. Juist omdat er dus gigantische demand is, maar geen supply. En dus een bear market helemaal niet meer zo hetzelfde eruit komt te zien als dat we afgelopen cycluses wel hebben gezien. De markt wordt volwassener, dus je zal waarschijnlijk gaan zien dat ook de pieken gaan afvlakken. En als dat gebeurt, als Bitcoin zeg maar een gecontroleerde prijs heeft of minder parabolisch stijgt dan ooit tevoren, ja, dan zou je ook zien dat de altcoins daarin achterblijven, snap je? Of dat de regulaties aan worden gescherpt, et cetera. Dus er zijn heel veel kansen tegelijkertijd voor aankomende cyclus. En heel veel dingen die me doen denken dat het misschien de laatste cyclus is. Omdat het hierna gewoon niet meer zo vrij is als dat het was. Ja, traden kan altijd. Dus, Dat kan altijd, tuurlijk. Maar dan zal het misschien stukken minder volatiel zijn ook. Juist ook nee, maar er was ook een...
er was zo'n berekening gedaan, toch, door iemand. Als, dus stel die hele, wat jij net hebt gezegd, Mike. Hele regulering komt. Asset managers, headphones, pensioenfondsen, die springen er allemaal in. Iemand had de berekening gemaakt dat als zij dus wat wettelijk mogelijk is, of wat aangeboden wordt, of voorgesteld wordt, om 0,5% van al hun vermogen erin te stoppen, dan blijkt dus dat 15 triljoen in de markt komt. Juist. En dus ze gaan BTC kopen. En wat dus belangrijk is, is een spot BTC. Met dus de gedachte gaan nogmaals wat je allemaal hebt uitgelegd, de schaarste, waarom het beter is, et cetera. Wanneer die hedge funds en pensioenfondsen erin zitten, denken jullie dat ze het gaan verkopen? Natuurlijk niet. Nee. Zij weten ook dat dit ding naar multimiljoenen gaat. En dat is dus nou het idee waarom dus dit waarschijnlijk de laatste run wordt. Want stel dus dat er 15 triljoen ingepompt wordt in BTC, dan zit je opeens op een prijs van, ja, hoeveel is het? Ik denk 5 ton of zo. 4 ton, weet ik even niet. En dan krijg je nog retail erbij. Je gaat dus een euforisch moment krijgen, misschien naar 5, 6 ton, maar je gaat nooit meer terugvallen naar 50.000 of 100.000. Omdat er dus, wat je zegt, het is een volwassene markt geworden. Het is gematured, die mensen zitten erin. De unbelievers zijn believers geworden en holders. En dus, waardoor we dus minder gains zullen maken. En vergeet de tipping point ook niet dat als, kijk, heel veel mensen die nu dus hun geld in goud hebben zitten, die hebben dit omdat zij stellen dat Bitcoin nog maar een baby is ten opzichte van de market cap van goud. Maar als Bitcoin straks de market cap van goud overstijgt, gaan ook de mensen die nu hun geld in goud hebben over naar goud 2.0, wat Bitcoin gewoon is. Want iemand die nu zeg maar miljoenen in goud heeft, ik kan me voorstellen dat hij op dit moment denkt, ik heb al miljoenen, met goud zit ik safe, ik laat het lekker daar. Weet je, waarom zou ik zeg maar mijn safe haven gaan veranderen om meer geld te maken? Nee, ik zit in deze safe haven omdat ik al miljoenen heb. Dus, maar als zij zien dat Bitcoin wederom jaar in jaar uit de best performing asset of all time is en een betere oplossing is voor goud en dan ook de market cap van goud overstijgt, wedden dat al die mensen hun goud gaan omruilen voor Bitcoin, wat er in ruil ook weer voor zorgt dat de prijs alleen maar toeneemt en stijgt. Dus waarschijnlijk als de prijs van Bitcoin de 6 ton overstijgt, is het all hands on deck. Dan gaat Bitcoin zo eng vliegen. Ja, dat is klaar, man. Dat is klaar, man. Shit. Dus, en dat, dan hebben we het alleen maar over de marktomstandigheden die zeg maar voor dit soort stijgingen gaan zorgen. Want laten we ook niet vergeten dat er maar 21 miljoen Bitcoin zijn. En ik weet dat je dit weet en dat dit een van de basisprincipes is van Bitcoin. Maar vergeet niet dat er letterlijk meer miljonairs zijn ter wereld dan dat er Bitcoin zijn. Of dat er 7 fucking bijna 8 miljard mensen op deze aardbol zijn. Dus als jij zeg maar een fractie hebt van Bitcoin, al heb je 1 Bitcoin, je bent multimiljonair. Misschien ben je straks in de toekomst mensen zelfs slapen daar echt op, hè? Mensen slapen er heftig op. En daarom zit ik ook deze cyclus voor het eerst zo van, kijk, ik heb altijd, echt vanaf 2017 zeg ik al, boys, je moet echt die altcoins hebben om zoveel mogelijk Bitcoin te maken. Dit is de eerste cyclus dat ik zit van, shit man, eigenlijk misschien moet ik gewoon alles gewoon in Bitcoin tieven, weet je. Ja, nee. Bitcoin is ook gewoon niet meer verkopen vanaf dit punt. Gewoon hold it up. Ja, man. Ik denk dat dat echt super wijs is. En ik denk dat je moet echt zoveel mogelijk Bitcoin hebben gewoon voor januari 2024, weet je. No financial advice, maar het is wel wat ik zelf doe. Ja, dat bleef toch god toch? Dat is dus die hele casino game eigenlijk. Want het is logisch dat als BTC gaat vliegen, de rest ook gaat vliegen, toch? Juist. Ik denk als BTC rond 6 ton ligt, yo, dat 1 Ethereum echt easy richting de 80, misschien 100 doezem is, 1 ETH. Ja, maar wat was het ook alweer met Ripple en de World Economic Forum, zeg maar? Die zaten daar toch... Yo, guys, hold up. Ripple, voor mensen die nog twijfelen. Ripple die gaat zodra de rechtszaak winnen, 1 keer naar $10. Dat is een no-brainer. En dan krijg je nog al die utility die erna komt. Als dus BTC richting de 3-4 ton gaat, shit, ik hou mijn hart vast, man, als Ripple nog $100 gaat. Ik zeg je eerlijk, oh my god. Dus dat is dus de gok die ik neem. Ik gok eerder op Ripple, omdat ik weet wat ze aan het doen zijn. En ik weet dat ze het aan het doen zijn. Ja, nee, ik dacht het in je portfolio, ja, man. Dus, ja. Je zit sowieso safe wat dat betreft. Maar ik zeg je eerlijk, als één Ripple $100 is, je hebt 1000,
keel. Je hebt gewoon een teetje daar, joh. En elke 1000 meer is een extra teetje. Maar je moet nagaan ook, als Ripple zeg maar die rechtszaak wint, is de dag dat Ripple weer gelist wordt ook weer op Coinbase, zeg maar. Dan gaat die prijs gewoon, die schiet gewoon omhoog. Maar ja, stel precies. Ze verliezen die rechtszaak, zeg maar, dat betekent ook dat Coinbase en Binance ook weer slecht in hun rechtszaak staan. Dus dat betekent gelijk ook weer negatief nieuws op de markt, waardoor we goedkoper bitcoins in kunnen gaan kopen. Dus als je geen Ripple wallet hebt, zeg maar. Ik denk dat standpunt is komen te vervallen, man. Want vooral dus dat BlackRock nu dus deze move heeft gemaakt, wat dus heel frappant is. Mm-hmm. Komt, ja, is... Want ze hebben ook gewoon bevestigd, hè, van yo guys, we hebben een foutje gemaakt. Jerome Powell is naar voren gekomen van oké, waarschijnlijk zijn cryptocurrencies hier om te blijven. Dus wat Mike zei is echt gewoon, ze spelen een spelletje en ze stellen het uit. En ook heel belangrijk om te weten waarom ze het uitstellen, is volgende maand gaat hun nieuwe digitale systeem live. Vet nou. Ik weet niet of jullie daarvan iets weten. Maar ik denk dus dat dit alles een grote cover-up is geweest voor dus dat wat eraan zit te komen. Mm-hmm. Want nogmaals, we weten de feiten. Het gaat nergens naartoe. Ze weten dat dit de next big thing wordt. Iedereen springt erop. Ze stellen het steeds maar uit. Maar volgende maand, wanneer die Fed nou live gaat, kunnen we zien wat hun daadwerkelijk idee is geweest eigenlijk. Want ze zeggen ook dat het geen CBDC gaat zijn. Maar het is wel een op die ODL van XRP en zo. Snap je wat ik bedoel? Dus het klopt gewoon niet wat ze aan het doen zijn. Ja. En dus daarom denk je dat XRP gaat verliezen. Ja, dat lijkt me echt sterk, man. Als dat gebeurt, dan is het echt bevestiging dat dus het hele rechtssysteem in Amerika gewoon fout is en gemanipuleerd en gewoon slecht. Ja, maar ik denk dat ze vanaf het begin af aan, de SEC wist vanaf het begin, de dag dat ze die Ripple aanklaagden, wisten zij al dat het nergens over ging. En dat het puur was om iedereen uit te stellen, te vertragen, ga ze maar verder. En ja, ook tijdens het aanvechten van die rechtszaak ging het voornamelijk over vertragen, toch? Ja, het duurde een maand om nee te zeggen, je weet toch? Ja, mogen we die files zien? En dan een maand later, langste periode om te antwoorden in een case, en dan zeggen ze nee. Dit is waar of zo. Dus daarom, het klopt gewoon niet. En dus daarom denk ik, ze zijn zodanig aan het uitstellen, dat dus als XRP die zaak wint, guys. Yo, ik denk dat de grootste engste FOMO gaat zijn die we ooit hebben gezien. Maar wanneer komt er nou eigenlijk een einddatum? Is daar nou ook al iets van bekend? Want je ziet echt gewoon van alles op internet langskomen. Ja, er hoort een einddatum te zijn ergens tussen nu en september, is de verwachting. Maar het kan langer duren, weet je. Dus het is, maar als het zeg maar langer duurt dan september, dan blijkt het dus echt een hele unieke situatie te zijn. Waarbij zelfs die rechter dan op een soort lijst komt van oké, jij hebt er echt letterlijk meer dan een half jaar over gedaan om antwoord te geven. Dus dat zou bizar zijn. Ja, ik denk 6 weken, man. Ik denk 6 weken. Vanaf nu dan. Ja, man. Hoop ik. Want het moet iets te maken hebben met hun vet nou. Het kan niet anders, guys. Ik zeg jullie, of althans, dat is mijn buikgevoel, hè. Mm-hmm. Ja, dat is... niks is toeval, man. Niks is toeval, precies. Alles gebeurt met de reden. En die ook die 6 miljard die missing was, die verkeerd naar Oekraïne is verzonden. Ik weet niet wie het aan het begin van de stream zei, dat de FTX gaat openen en opeens 7 miljard in funding gaat hebben. Mm-hmm. Verschrikt je niet, hè. Het kan zomaar dat bedrag zijn, hè. Want zou wel toeval zijn, hè? Ja, nee, maar nogmaals, toeval bestaat niet, maar het zou zomaar kunnen, hoor. Want er is gewoon on-chain data waaruit blijkt, dus dat Amerika, dus al het geld dat naar Oekraïne gestuurd werd, gewoon vanuit Oekraïne naar FTX gestuurd is geworden, en vanuit FTX terug naar dus al die Republikeinen of Democrats bedoel ik, dus Biden en al zijn vriendenrikken. Dat is gewoon on-chain data, guys, snap je? Dus die guys, ze zijn zo kolendom, ze verstoppen het niet. Ze laten het gewoon zien wat er echt gewoon gebeurt. Ja. En dus daarom zou het me niet verrassen als dit ook dus... ja, ondertussen leiden ze zelf met andere shit. Ja, man. Ja, ik wil jullie ook even een video laten zien van... ik weet even alleen hoe die heet. Iets van Bear bla bla bla. Oh, wacht, ik kan nu natuurlijk... Iets van Bear... Bombastic. Oh, shit. Maarten vraagt trouwens, kunnen jullie mijn porto ook nog even checken? Ja, we gaan sowieso even langs al die portfolio's nog. Maar ik wil dit even afmaken. Alleen ja, ik sta te zoeken. En nu weet ik natuurlijk niet hoe die guy heet. Hij heet iets van Crypto Bear of zo. Crypto Bear Nation.
Want die had ook een super interessante video over ja, die hele situatie in dingen. Maar ik kan het even niet vinden, dus die houden jullie dan te goed. Oké, fuck it man. Zullen we een portfolio dan gewoon erbij pakken? Ja? Zie. Even kijken, dus dan hebben we hier Maarten. En Maarten zit op Ethereum, Quant, XRP, Chainlink, Bitcoin, Fetchai, Cardano, Boson, die ken ik dan niet, TVK ken ik ook niet, Relio Network en HBAR. HBAR heeft recent wel een samenwerking aangekondigd met, of samenwerking, ik moet zeggen, integratie met ChatGPT. Dus die gaat ook ja, een beetje zitten op de AI-narrative. Even kijken. Ja, ik... Kent iemand Boson of TVK? Of kan je er zelf even over vertellen? Kan ik daar ook beter op oordelen? Ja, TVK is die Terra Virtual Collect token. Zo'n Metaverse token. Okay. Die Boson weet ik even niet, man. Fuck yo, de Metaverse, ben daar geen fan van, dus die zou ik sowieso scotten. Daar hebben we het ook afgelopen podcast denk ik over gehad, Ian en ik. Dus ja. Ik zou daar wat, ja, dat is mijn mening, ik zou daar voorzichtig mee zijn. Ik zie er geen toekomst in. Dus in dat opzicht zou ik het lekker laten. En even kijken, daar hebben we zeg maar Ethereum. Ja, eigenlijk gewoon een must-have in je portfolio voorlopig. Voor de time being zou ik zeggen, ik zou er wel wat scherper mee zijn, omdat ik toch van mening ben dat de techniek, development, ontwikkelingen en teams beter zijn van andere projecten. Maar het is wel de na Bitcoin is dit nou eenmaal gewoon de smart contract platform van het crypto ecosysteem op dit moment. En ze hebben ook een dusdanige branding, niet alleen onder het volk, maar ook onder institutionele beleggers, dat ik denk dat Ethereum niet snel zal verdwijnen, alhoewel ik wel hoop dat ze verdwijnen, snap je dat? Quant ben ik geen fan van, hou ik niet in mijn portfolio. Dit omdat zij eigenlijk alleen maar bezig zijn met de development van ja, central banking digital currencies. Dat gezegd hebbende zijn ze wel een van de frontrunners geweest, een van de voorlopers als het gaat om die ISO 222 norm. Ze hebben echt letterlijk geholpen bij het samenstellen en ontwerpen van die standaardisatie. Maar ik denk niet dat de token mij de gains gaat geven waar ik naar op zoek ben. Ook omdat ik niet geloof in de tokenomics van Quant. Die heb ik zelf niet, dus ik zou daar wat scherp mee zijn. Chainlink, eigenlijk het verhaal wat ik net al deed. Fetch AI is een van de meest overhyped projecten die er maar zijn. Ik denk niet dat dit een goede aankoop is of dat de techniek achter Fetch AI is om over naar huis te schrijven. Dus ik zou die eigenlijk scotten. Maar dat gezegd hebbende, als je wel gelooft in de AI-narrative voor aankomende bullmarkt, dan is Fetch AI een van de meest populaire projecten om te hebben. Dus zie dat als een tijdelijke gok voor aankomende boeren. Cardano, ik heb geen Cardano. En ik denk dat Ian hier wel een klein beetje van mening verschilt. Maar ik vind Cardano echt super wack als project zijnde. Ik vind de co-founder extreem wazig. Die is alleen maar bezig met lijpe dingen, zoeken naar aliens en shit, weet je. Ja, ik zeg je eerlijk? Het is wel zo, toch? Ja, wel pek. Hoe jij die piramides van neergezet? Ik ben klaar. Ja, daar zit allemaal dat soort dingen te investeren. Ik vind het wel cool, weet je. Het zijn wel mijn interesses, weet je. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat ja, geweldig. Maar ja, weet je, hou je gewoon even bij je ding of zo, toch? Ja. En, maar dat gezegd hebben, ik denk dat de techniek en ja, gewoon veel beter is. Want ik denk dus dat... Kijk, Cardano is een soort... ja, als zeg maar Bitcoin een eerste generatie zou zijn, Ethereum een tweede, zou Cardano zeg maar een derde generatie zijn. Maar ze zijn dusdanig zwaar ingehaald door vierde en vijfde generaties. En voorlopig vind ik hun hele ecosysteem gewoon zuigen, snap je? Dus ik denk dat dat... ja, Cardano is het voor mij gewoon niet. Ik denk dat de technieken en nieuwe concepten zijn die veel beter zijn. Boson weet ik dan even niet, want ik weet niet wat het project is, dus die moet ik even skippen. Metaverse gerelateerde projecten wil ik sowieso niet in mijn portfolio hebben. Rio dan voor je eventuele potentiële klapper. En HBAR, ik voel HBAR ook niet zo. En ik weet dat HBAR heel erg gehyped is.
vanwege die Adara Hashgraph techniek en dit en dat en bla bla bla. Maar ik denk dat als het aankomt op techniek, dat dan alsnog andere projecten zijn die gewoon beter zijn, man. En wat we eigenlijk een keer zouden moeten doen is even, want dat wil ik eigenlijk al een tijdje, daar wil ik een YouTube video over maken, misschien dat ik dat morgen wel doe, is dat ik zeg maar ga kijken naar de daadwerkelijke adoptie van deze protocollen. Hoeveel dApps zitten erop? Hoeveel actieve gebruikers elke maand? Weet je, dat soort cijfers zijn heel erg belangrijk om uiteindelijk een keuze te maken. Maar HBAR zou ik wel een betere keuze vinden dan weer Cardano, snap wat ik bedoel? Dus ja, dat man. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Doe maar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Mike's een top 10 portfolio zonder gems zou zijn eigenlijk. Van wat er precies rond. Hij had hem toen een tijd geleden wel gemaakt. Alleen daar is volgens mij alweer best een verandering in gekomen met meningen. Hoe die er naar kijkt. En wat dan zijn top 10 projecten zou zijn. Boven de 50 miljoen market cap of zo. Ja, precies. Dus echt over pagina 1 projecten dan eigenlijk. Ja. Gewoon safe projecten om gewoon echt een veilige investering in te maken, zeg maar. Wat het grote verschil is tussen nu en andere cyclussen, is omdat als je kijkt naar de top 2000 projecten, dan heeft het gemiddeld project, is 47% minder waard dan daarvoor, sinds hun release, zeg maar. Dus met dat in gedachten wil je eigenlijk op zoek naar de projecten die je gewoon veilig weg kan zetten, in principe kan vergeten, en dat je zeg maar na 8 jaar kijkt en dat je denkt, eng, snap je? Ja. Dus als je dan op die manier naar dat soort projecten gaat kijken, dan denk ik dat ineens heel veel projecten ook afvallen. En daarom dat ik nu ook specifiek zeg van, ik denk dat dit voor aankomende cyclus nog iets kan worden, of dat dit voor aankomende cyclus misschien interessant is. Maar daarna zou ik wel gewoon mijn winst pakken en wegwezen van die projecten. Ik denk dat Bitcoin is de nummer 1. Ik denk, wat ik ook zei, deze stream al. Ik denk dat Bitcoin misschien een groter deel in mijn portfolio gaat innemen dan dat het op dit moment heeft. Want ik zit nu denk ik grofweg 10% in Bitcoin of zo. Maar dat sta ik te overwegen om dat toch wat te vergroten. Ethereum zou ik wel in mijn portfolio hebben. En ik weet dat ik net vertel van dit is het eerste en de grootste en dit en dat. Maar ik zit hier ook echt heel laag in. Maar ik wil er wel exposure op hebben. Dus Ethereum is wel eigenlijk iets waarbij ik denk dat dit in de toekomst meer waard gaat worden. En dat je het gewoon veilig weg kan zetten. Maar dat zal alleen zo blijven zolang een ander Layer 1 protocol waarop je zeg maar decentralized finance, smart contracts en dergelijke hebt, niet Ethereum gaat flippen. Want op het moment dat dat gebeurt, denk ik ook dat zeg maar Ethereum langzaam zijn waarde, populariteit en effect op de markt gaat kwijtraken. Nou, dan heb je Binance Smart Chain of Binance Coin, moet ik zeggen. Ja, ik weet niet, die spreekt me gewoon totaal niet aan om een of andere reden. Ook omdat we nu zien dat Binance ook in het vuur ligt. Maar ik denk ook dat dit gewoon niet het protocol is voor mij. Het heeft heel veel prijsstijgingen gehad ergens in 2020. Juist door die hele meme-fase, SafeMoon, al die tokens die erop werden gelanceerd. Dus daar komt ook die prijs vandaan, want dit was ooit gewoon $1 of zo. Hè? Ook als je kijkt naar de prijs. Inderdaad, die 2021, dus die van 40 gegaan naar fucking 700. Ja, dat was een mooi moment om erin te zitten. Maar om nu in te stappen op 236... met alle vuur en drama die er omheen hangt. Nou, mij niet gezien. Nou, dan heb je wat smart of wat stablecoins, moet ik zeggen. XRP. Ja, XRP doe ik dan nu voor het krijgen van die stijging met de rechtszaak, als die er is. Maar daarna ben ik er wel van weg. Ik denk dat Ian daar wel iets in mening verandert. Maar jij denkt dat die naar 100 gaat of zo, hè? XRP, ja, maar ik denk het wel, man. Want banken, ze gaan het gewoon gebruiken, joh. Je kan CBDC's niet ontkennen. En ze moeten gebruik maken van de XRP bridge, de ODL. Want daar zit gewoon de liquiditeit op. En maar, dus ik denk dat in de minst gunstige situatie banken ook XRP zullen kopen. En als dat gebeurt, Madjigge, yo, dan wil je XRP nooit verkopen. XRP die burnt ook elke transactie zoveel 0,000 XRP, zeg maar. En als ze dan de totale waarde van zeg maar alle banktransacties van Mastercard, Visa, noem maar op,
als dat allemaal via XRP gaat, dan burnt er per dag ja, een gruwelijk aantal aan XRP. Wat de market, of wat de total, hoe noemen ze het ook weer? De uitgegeven coins. Ja, de supply zeg maar zo hard verkleind, dat het eigenlijk een soort van bitcoin gaat worden. Ja, mensen denken zelf het gaat naar 10k hè, van 1 XRP. 1 XRP 10k? Shit, kappen nou. Maar dat is natuurlijk over 5 jaar denk ik dan. Ja. Oké, 10 jaar of zo. Heb je nou haast dan, Ian? Ik heb... Tijd is... 5 jaar tijd wacht wel, niet. Tijd wacht op niemand, hè? 5 jaar wachten op 10k, toch? Nee, maar sowieso. Ik zou wel 5 jaar wachten voor een 10k XRP, ja. Dat is een no-brainer. Ja, toch? Ja, maar daar zit je wel triljoenen, hè? Aan, ja, maar dat is ook niet vreemd, hè? Vooral... Als het product wat ze dan doen, nogmaals, als dus echt elke bank daadwerkelijk gebruik gaat maken ervan. En dus er gaat gebrand worden zoveel en hoe meer er gebruikt wordt, hoe meer er verbrand wordt. Ja, dan zou het zomaar kunnen, man. Het zou niet... Ik denk XRP is net als BTC. En ik zou dan EWT in diezelfde categorie zetten. En Chainlink ook. Infrastructuurmunten die fundamenteel zo belangrijk zijn voor de nieuwe economie. Dat... Ja, het zijn no-brainers, man. Over 5 jaar of over 10 jaar zijn al deze dingen gewoon een keer 1000 gegaan, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat XRP sowieso niet gebruikt gaat worden door de banken. Ik denk dat zij gaan helpen bij het aanleggen van een systeem waarbij wij als particuliere investeerders er niks aan hebben. Ik denk niet dat ze ons, zeg maar, voorsprong laten hebben en dan maar zeggen, oké, boys, wij zijn de banken, succes. Wij gaan ook maar meedoen. Dus ik denk dat daar al een beetje in zeg maar, niet ja, gaat gebeuren of uitrollen hoe je zegt. En wat was die andere dan? Welke? Ja, in ieder geval dat, man. Dus ik denk niet dat het... EWT en zo, zeker. Ja, EWT dat vind ik wel een sterk project dan nog. Maar ik denk niet dat... Nee. Ik zie het gewoon niet gebeuren. En ik denk niet dat... Ik denk dat ze gaan helpen bij de ontwikkeling ervan en zo. Maar niet... dat wij als retailbeleggers zeg maar mee kunnen gaan op dat. Geloof ik echt niet. Ja, maar als je dus precies dat wat je nu zegt, dat argument, even dus bekijkt in de huidige situatie. En we dus willen dat Amerika wil niet dat hun retailbeleggers dat kunnen. Omdat misschien zij denken van, hey, dit gaat het wel worden. Dan makes het wel sense. Want het is heel raar dat er over heel de wereld, XRP in 200 plus landen, alle centrale banken, alle ministeries meewerken, maar behalve in Amerika niet. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat, ja, check je dat van, ken je SBI in Japan? Nee. Want Japan is nu opeens super hot. En oké, Google SBI Holdings en XRP Partnership. Dat gaat way back sinds 2016 of zo, weet ik even niet. Maar dat ze al sinds toen bezig zijn met het ontwikkelen van dus dit platform. SBI Holdings is het, als ja, het goed is. SBI Group. Of ja, hierzo. Ja, ik doe het bij. Maar dus daarom, dit is gewoon echt een grotere plan. En niemand weet, niemand heeft een glazen bol, maar dat is mijn gut feeling, zeg maar. Dat ze dus dat wel gaan doen. En als ze dat gaan doen, guys, yo, kijk een jackpot dan. Maar nogmaals, dus, dit is, ik zou het niet speculatie noemen, het is meer een kwestie van gaan ze het doen. Want ze kunnen het doen, het is niet alsof het niet kan. Het kan wel, maar gaan ze. Ja. Dus als ze dat gaan doen, dan, dan heb je gekke exposure erop. Ja, dat sowieso. Even kijken, dan hebben we nog die andere projecten. Maar ja, Cardano, geen fan van. Dogecoin, fuck Doge. Tron, fuck heel Tron. Solana, ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig. Het is dan wel de snelste, maar ja, allemaal downtime, allemaal hoofdpijn. Ik weet het niet. Ik zou wat voorzichtig zijn met Solana. Litecoin slaat nergens op. Is echt super dom om Litecoin te hebben. Het is gewoon een verbetering op Bitcoin, maar tegelijkertijd super kakader dan al die andere projecten. Polkadot, geen fan van. Polygon Matic, Layer 2, oplossing voor Ethereum dan. Maar ja, ik denk dat Polygon Matic in dat opzicht misschien nog wel interessant kan zijn. Want ik vind wel dat je een Layer 2 schaalbaarheidsoplossing moet hebben voor het Ethereum netwerk. Toncoin, ja, ik had hem wel even aangekocht, maar eigenlijk geen fan van. Dus eigenlijk afkomstig van Telegram en zo, die boys. Maar uiteindelijk is het dan doorgegeven naar de community. Daar was hele heisa mee.
Wrapped Bitcoin is echt gewoon voor het Ethereum-netwerk en zo heb je niet aan. Dai is een stablecoin. Avalanche is dan een project wat ik heel erg fan van ben. Is ook de eerste eigenlijk in het rijtje van de layer 1 dat ik zeg van ja, dit is eindelijk relevant. Shiba Inu zou ik nooit halen. Bitcoin Cash slaat nergens op. Stablecoin, dit is een of andere exchange coin. Dus een soort, ja, hoe zeg je dat? Van een exchange gewoon hun munt. Chainlink zou ik heel erg voorzichtig mee zijn, want dat is dus wat dat ik zeg. Van Bitfinex. Bitfinex inderdaad, ja, kan wel, klopt inderdaad. Maar dat ding was toen gek gestegen in de bear market of zo. Ging dat ding alleen maar omhoog. Heb je dat nooit gezien? Weet ik niet zo goed. Of was het tegenover Bitcoin? Ik weet het niet meer precies, man. Er was wel wat mee met die... was een beetje vaag ding, dat. Ja, dat zo'n verhaal staat me ook bij. Voor mij was die lijp gestegen of zo. Dat was dit. Ik denk dat het dit was. Dus dat die ineens is gaan pieken of zo. Er staat me ook een verhaal mee bij. $7... Maar hij is alleen verdubbeld daar. Ja, ik weet het even niet. Dit was in elk geval even in opspraak of zo. Maar wat het nou precies is, dat weet ik ook niet meer. Nou, dan heb je Chainlink. En wat ik zeg, aankomende bullmarkt zou ik er misschien wel wat mee doen. Maar daarna weet ik niet of ik Chainlink zomaar zou houden. Omdat ik denk dat de oracles geïntegreerd gaan worden in nieuwe, ja, andere layer 1's. Het kan ook zijn dat ik met deze mening en uitspraak en visie te vroeg ben, hè. Dus dat het zomaar nog een aantal cycluses meegaat. En dat of dat andere projecten simpelweg geen tractie krijgen. Of dat dingen op Ethereum en EVM-compatible chains, zeg maar, alsnog Chainlink nodig gaan hebben. Omdat ze geen geïntegreerde oracle hebben. Dat zijn allemaal situaties waarbij Chainlink dan nog steeds een waardevolle asset is. Daarom dat ik hem ook wel in mijn portfolio heb. Dan heb je Cosmos Atom. Ja, ik zou dan Cosmos misschien een beetje hebben als het gaat over interoperability. Maar hold ik op dit moment niet, omdat ik al Avalanche hold en zij hetzelfde kunnen bereiken met hun subnets. Dan heb je TrueUSD. Nou, dat is een stablecoin ook. Uniswap. Ik heb geen Uniswap, maar ik zou wel overwegen om een automated market maker te hebben. Maar dan zou ik dat doen van jouw favoriete chain. Mijn is Avalanche. Daarom heb ik Trader Joe in mijn portfolio. Omdat het de meest populaire chain is en zij het beste aan marketing doen, vind ik. Monero is wel een coin waar ik fan van ben, maar ik niet hot. Omdat ik denk dat privacy een belangrijke rol gaat blijven spelen. En dit dan eigenlijk de grootste privacy coin is die er maar is. En dan heb je zeg maar dat, ja, er moet wel zeg maar waarde en markt achter zitten. OKB weet ik niet wat het is. Zal wel een exchange coin zijn of zo. Weet iemand toevallig wat het is? OKX. OKX, ja precies. Oké, nou, dus ook weer zo'n soort coin. Ja, ik weet het niet. Ik ben daar wat voorzichtiger mee. Ik was wel aan het overwegen om Maxi Exchange Coin te halen. Omdat ik zag dat zij daar echt lijpe bonussen mee gaven en zo. En airdrops en shit. Ze hadden dat wel slim gedaan. Even kijken of ik die kan vinden. Maar die staat misschien niet op... het staat niet op de eerste pagina. Want het is dus zeg maar zo, als jij zeg maar voor $3000 aan die coin koopt, wat best wel een aanzienlijk bedrag is natuurlijk, dan krijg je allemaal airdrops en dingen, zag ik. En die is ook best wel gestegen. Ik ben blij dat ik het niet heb gekocht. Gebruikt Maxi de liquidity van Binance? Durf ik niet te zeggen. Weet ik niet. Zo'n ding heb ik weer gehoord, man. Het is ook wel raar anders dat zo'n exchange zo'n hoge leverage et cetera kan aanbieden. Ja, dat weet ik niet, om eerlijk te zijn. Geen idee, niet in verdiept. Even kijken, Ethereum Classic. Nou, dat is echt super dom. Dat is een soort Bitcoin Cash voor mij. Dit is... En wat er ook is gebeurd, is dat er ooit, zeg maar... er was een gigantische hack of zo. Er ging iets catastrofaal fout. En toen zeiden ze van, oké, we kunnen dit nu zo laten. Of we maken gewoon Ethereum. Wat nu dus... Ja, eigenlijk Ethereum 2.0, maar dat noemden ze dan Ethereum. Dit noemden ze Ethereum Classic. En toen waren de boys die zeiden van, nee, we houden Ethereum Classic vast, want Nou, oké, boeiend, weet je. Waarom zou je dat in vredesnaam vast willen houden? Stellar, als je fan bent van Ripple, zou je deze ook kunnen overwegen. Is letterlijk van de ex-co-founder van XRP, of van Ripple moet ik zeggen. Maar zij focussen zich net op een andere markt. Internet Computer is denk ik een project waar ik heel erg fan van ben geworden, naarmate ik me steeds meer in verdiep. Dus die techniek is goed. Filecoin, dat gaat over dataopslag en dergelijke. Maar ja... Weet je, daar heb ik een beetje hetzelfde mee als met die oracles. Gaat dit relevant blijven? En als je dan eens kijkt naar zo'n internetcomputer, die heeft dus een geïntegreerde oracle, die heeft dus geïntegreerde dataopslag, die heeft allemaal nieuwe technieken die al die andere projecten niet hebben. En dan heb je Lido DAO, voor mij gaat het over liquid staking en dergelijke.
Dat is dus die liquid staking narrative, wat trouwens ook een narrative kan zijn waarop je kan inspelen aankomende bullmarkt. Na Edera heb je dan HBAR. Nou, de techniek daarvan vind ik dan wat minder overweldigend als een internetcomputer of een Avalanche. Dus vandaar dat ik die dan niet heb. Maar het zou wel een van de projecten kunnen zijn als je exposure wilt in diezelfde layer 1 atmosfeer. Dan heb je Aptus, een soort van een Solana killer, wordt het ook wel genoemd. Voor mij is het ook gebouwd in de Rust programmeercode en zo. Hetzelfde als dat je hebt met, hoe zeg je dat? Als met Solana, zeg maar. En Rust-based programmer. Ja, dus inderdaad. Sui. Ja, Sui heeft dat ook inderdaad. Want Sui is dan weer een soort ja, Aptus 2.0, weet je. Arbitrum, layer 2 project. Ik weet dat ik heel erg positief over ben gaan de afgelopen tijd. Maar ik denk dat ik hier toch wat voorzichtiger mee ben. Reden waarom dat nu zo is en is veranderd, is omdat het aan het eind van de dag alleen een governance token is. Op Arbitrum kun je gewoon gebruik maken van native Ethereum. Dus waarom zou je die token nodig hebben, snap je? Het is meer dat je dan speculeert op de schaalbaarheid solutions. Maar ja, dan denk ik dat als je kijkt naar een layer 2 oplossing, wat ik wel vind dat je moet hebben in je portfolio voor Ethereum, dat je dan toch beter kan kijken naar, ja, misschien gewoon Polygon Matic, weet je? Nou, Near Protocol. Near Protocol is wel een goed protocol, een goed project om eigenlijk te hebben in je ecosysteem. En gestegen opeens. Ja, dat komt dus ook omdat ze een partnership hebben met Alibaba, begreep ik. Hoi, lekker. Ja, voor mij staat het hier zo. Voor mij zag ik dat hier voorbij komen. Even kijken. Ik zag alleen die headline, hoor. Near Foundation gaat, en ik zag die afbeelding, met Alibaba. Dus die gaan dus blijkbaar iets doen. Ik heb het niet gelezen, dus ik weet niet precies wat ze gaan doen. Alibaba Cloud. Nou, blijkbaar gaan zij dus ja, iets samen doen. En daarom is Near Protocol dus gestegen. Uit. Zij staat er bekend om een groot voorstander te zijn van de crypto-industrie. I like crypto. Dit is echt super droog. Anyway, Near Protocol heeft wel echt best wel leuke technieken en dingen. Dus ik zou eerder dan zeggen van ja, dit is dan een project wat ik echt zou ja, overwegen. Eerder dan bijvoorbeeld een Edara of een HBAR. Maar dat is misschien ook persoonlijke mening. Dan heb je Kronos, dat is voor mij de coin van crypto.com. Ja, weet je, ik weet het niet. Ik heb het niet zozeer met exchange coins. En ook als je kijkt naar dit, ja, the fuck is dit aan het doen? Wel kan het heel erg interessant zijn om dit project misschien te overwegen. Ja, omdat je gewoon op zoek bent naar een soort klapper. Iets dat nog niks heeft gedaan op de markt, weet je. En ik weet niet precies wat er nou is gebeurd met dat marketingbudget van ze. Maar ze hadden wel echt heel veel marketingbudget gekregen. Daar hebben ze allemaal lijpe dingen mee gedaan. Maar ja, wat voor effect heeft het gehad? En ja, wees nou eerlijk. Wie van jullie gebruikt crypto.com, snap je? Is het een exchange waar je mensen vaak over hoort? Ik hoor mensen altijd over Binance, Bitfavo, Bybit, Maxi Exchange. Verder hoor ik mensen over niks. Ik hoor heel veel mensen met crypto.com dat ze daar opgelicht worden. En volgens mij hadden ze ook problemen met op een gegeven moment met mensen uitbetalen. Dus ja, sowieso niet aan beginnen, denk ik dan. Nee, ja, ook als je hier kijkt, hij scoort een 6, een beetje een grijs getal. Ja, ik weet het niet, man. Trading volume. Ja, het voelt gewoon niet goed. Maar dat gezegd hebbende, heeft Bitfavo hetzelfde. Die staat natuurlijk veel lager in de lijst. Maar het verschil met Bitfavo is dat zij ook ja, in Nederland, of eigenlijk Europa, zich profileren als de exchange voor ja, je ouders, zeg maar, weet je. Dat je gewoon makkelijk iets kan aankopen, makkelijk iets kan verkopen en meer dan dat niet. Snap je? Dus het is ook heel anders dan dat je zeg maar een exchange hebt waar je echt op wilt treden, creditcards hebt, bla bla bla, weet je. Dus ja, ik weet het niet. Dat voel ik ook niet. Ze hebben ook alleen maar euro's waarin je kan traden, blijkt uit dit overzicht dan. Dus ja, zou ik dan die coin willen halen? Nee, zeker niet. De AV-chain eigenlijk al over gehad, hè. Quant, zelfde stacks. Nou, hebben dan ook zeg maar voor DeFi voor Bitcoin. Dus het is ook een soort layer 2 voor Bitcoin, hè, als ik het goed zeg, Ian. Ik denk dat jij meer weet over stacks dan ik wel. Maar ja, ik heb zelf geen stacks, omdat ik dan denk dat internetcomputer dat beter aanpakt. Maar, ja. Wat kan je vertellen over stacks? Ja, het is... Als het goed is, zijn het gewoon een paar developers die ooit aan de Bitcoin code gewerkt hebben, die verder zijn gaan werken. Mm-hmm. Ja,
Volgens mij hebben de mannen van Stacks ook gewerkt aan die hele Ordinals hype. Die op de BRC 20 zijn gebouwd. Dus ja, ik zie wel reden waarom Stacks zou kunnen groeien puur op de succes van Bitcoin. En dat is echt dat je dus meer met je Bitcoin kan doen. Maar de vraag is, je hebt dus internetcomputer die dat kan. Je hebt Avalanche die met hun BBTC of zo, ik weet even niet hoe ze dat noemen. Ja, die bridge Bitcoin inderdaad. Ja, iedereen gaat dus hun versie van het BTC-netwerk met de veiligheid daarvan aan willen bieden. Maar de vraag is waar de meeste liquiditeit gaat zitten, denk ik. En ik denk dat de layer 2 dat de grote potentie heeft daarvoor. Want ja, het heeft de veiligheid, alleen dan kun je er meer mee. Als in, je kan NFT's launchen, je kan coins launchen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dus ik ben benieuwd, man. Maar die Stacks, ja, ik Stacks gewoon Stacks, weet je toch? Ja, precies. Ja, ik denk dat ik deze dan wel in overweging zou nemen. Dus dat ik dit eerder erbij zou halen. Ook omdat ik natuurlijk mee heb gedaan met die, hoe heet dat nou? Die airdrop, zeg maar. Met inderdaad die BRC20 tokens en dergelijke. En ik vond het wel, wel prettig werken. En ik denk, wat me ook aansprak, was dat je gewoon bloktimes van 10 minuten had. Dus het was echt inderdaad een laag op Bitcoin. Het was niet zozeer iets anders of gebridged of weet ik veel wat. Dus het voelde wel een soort van prettig of zo. Maar dat is iets wat je voor jezelf moet overwegen. Nou, heb je nog een stablecoin. De Graph ben ik heel even vergeten wat zij nou doen. Ik heb er wel een aantal keer over gelezen, maar ja, dat vergeet ik soms gewoon. Even kijken. Querying data for networks like Ethereum IPFS. Indexing protocol. Ja. Indexing data from Ethereum, IPFS. Ja, dit gaat meer over de infrastructuur dus voor het bouwen van het nieuwe web. En ik zou daar wel aandacht aan besteden. Ik moet zeggen dat ik het gewoon heel even kwijt ben. Ik kan even op die website kijken. Maar dit kan interessant zijn. Build and access to world blockchain data. Ja, want kijk, hier gaat het meer om zeg maar het verkrijgen van data en dergelijke, weet je. En ik denk dat dat waardevol gaat zijn. Want dit zijn uiteindelijk de dingen die ja, zo het nieuwe internet bouwen, zeg maar, snap je. En ik denk dat je veel meer in die richting moet gaan zitten. Dan dat je zeg maar moet gaan zeggen van oké, ja, deze boys doen wat met AI, dus gaan, weet je, snap je? Ik snap dat het hype is. Hè? Interoperability, toch? Dat ze met elkaar samen kunnen werken. Juist, dat soort dingen. Dat is belangrijk. En dit denk ik niet zozeer dat... ik bedoel zeg maar dit juist wel, maar dan zeg maar andere projecten niet zozeer. Algorand heb ik ook in mijn portfolio. Niet zo veel, maar dat heb ik wel. Omdat zij heel erg zitten op dat carbon neutral zijn. Carbon negative zelfs. Dit in combinatie met dat de hele wereld eigenlijk toebeweegt naar dat soort dingen. Dus ik denk dat als institutionele beleggers op een gegeven moment hun geld willen steken in iets dat Algorand een goede kansmaker is. Ook is het van die Silvani of zo. Mico Silvani. Silvio Michelli. Nou, ik draai het om, maar die guy dus. En hij is dus echt, ja, gewoon super slim. Hij zegt Computer Nerd XL, Turing Award. Om in dingen lopen schrijven. Echt gewoon technieken die nog steeds worden gebruikt. En hij heeft wel gewoon Algorand gebouwd aan het eind van de dag, snap je? Of in ieder geval founder is die van dit project. Dat in combinatie met dat de prijs gewoon eigenlijk super heerlijk staat voor een eventuele buy. Dus vandaar dat ik Algorand heb opgenomen in mijn portfolio. Dan heb je Aave, dat is zeg maar die lending protocol. Dit kan ook iets zijn als je zeg maar een beetje in die hoek wilt zitten van automated market makers of zo, weet je wel. Dan is dit eigenlijk het eerste decentrale applicatie die je hebt op een automated market maker na, die in de top 100 staat van CoinMarketCap. Ik heb het project niet, maar ik zou dit wel eerder overwegen om erbij te nemen. Omdat het dan toch wel ja, de app is met de meeste market cap. Terwijl al die voorgaande dingen heel erg gaat over platformen of layer 1's of memes of stablecoins, snap je? Dus dit is eigenlijk het eerste project dat je zegt van oké, dit is eigenlijk een frisse wind in het hele lijstje. Phantom, nou, Phantom die is echt heel erg onderscheidend, net als Avalanche eigenlijk, met een time to finality. Dus dat wil zeggen dat iets daadwerkelijk niet alleen confirmed is, maar dat er ook dusdanig genoeg bloks binnen zijn
dat de transactie onomkeerbaar is of dat er niet een langere chain is zoals bijvoorbeeld bij Bitcoin wel kan gebeuren. Hey yo, Mike, even voor AV. Zij gaan hun een eigen stablecoin launchen, man. De eerste decentrale stablecoin. Dat kan een gekke hack hebben op de markt, want er is op het moment geen echte decentrale stablecoin. Want ja, USDT, ja, vraagtekens. USDC is niet decentraal. Die UST van Luna, die had het geprobeerd, maar dat is een algorithmic stablecoin. Ja. Maar dus AV, die gaat een de Ghost stablecoin, ik heb even niet genoeg info daarom. Maar die gaan ergens deze week of volgende die komen dan live met hun decentrale stabiele munt, man. En dat gaat dan de hele decentralized finance ecosysteem nog meer opgooien. Ja, super ziek. Dus ik ben benieuwd hoe dat uitgepakt wordt voor AV. Ja, en het is ook gewoon een grote speler in de markt, hè. Dus in dat opzicht kan het interessant zijn, maar nogmaals, gold hem zelf niet. Omdat ik toch wat meer op zekerheden wil zitten. En ik wil ook, zeg maar, de use case zien van de token. Dus het moet echt daadwerkelijk ergens voor gebruikt worden. En aan het eind van de dag is een AVAX bijvoorbeeld de drijffactor van het Avalanche-ecosysteem. Altijd als je swapt of iets gebruikt, heb je toch die coin nodig, weet je. Dus ik voel dat veel meer. Phantom is dan dus wel een goede techniek en dergelijke. Maar die heeft de laatste tijd wat hoofdpijn gehad. Alhoewel ik zie dat die afgelopen paar dagen wel weer aan het stijgen is geweest. Dus dat is wel positief. Maar is het ook niet precies die bodem die we hadden voorspeld met die TA die we hadden gedaan? Of voor mij hebben we technische analyse gedaan met de community. Daar zijn we ook een beetje rond de 20 cent niveau als het goed is. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje benieuwd of dat er nog in staat. Maar het kan zijn dat ik dat in dat verwijderde kanaal heb gedaan. Even kijken hoor, FTM. Phantom. Even kijken, ja, precies. Ja, Phantom wordt wel interessant, omdat er van 60 cent tot 1,50 euro zit gewoon bijna geen resistance in, zeg maar. Dus als die prijs op een gegeven moment gewoon gaat, dan gaat die ook gewoon. Ja, het is wel grappig, want eigenlijk stond het hier ook al geschreven, toch? Dit is van een tijdje geleden, ik weet even niet precies wanneer, dat we zeker richting de 27 cent of misschien zelfs de 20 cent gaan vallen. Voorlopig is er geen indicatie van bullish beweging, terwijl de techniek wel redelijk is geüpgraded met onder andere gas monetization. Check de video. Nou, dan gaan we kijken. Zien we inderdaad dat die gewoon richting die 20 cent is gevallen. En zeker onder de 27. Dat is wel leuk om dat altijd even terug te zien of zo na een tijdje. Maar ja, dat dan over Phantom. Multiverse X moet je gelijk scotten. Echt een dom project, gewoon fuck you, dat project. Gaat over metaverse bouwen, et cetera. Maar ja, zoiets kan veel beter op internetcomputer worden gebouwd. Plus het is alleen branding die wordt gebruikt. Want wat van de metaverse ga je nog bouwen dan? Je graphics, je wat dan ook. Nee, het is gewoon weer een blockchain. Alleen op zo'n ding gebrand dat ik zeg van ja, metaverse, fuck de hele metaverse. Weet je, ApeCoin, nou ik geen fan van. Ian voor mij wel, hè. Dat hadden we het eigenlijk vorige podcast een beetje over. Ja, in elk geval, daar is hij wel wat fan van. Ik minder. Dit zou weer zo'n hype gebaseerd project zijn. En ik wil gewoon een beetje wegblijven van hype. En meer gaan spelen op zekerheden. En op dingen die gewoon over 10 jaar nog geld waard kunnen zijn, snap je? Optimism, een beetje arbitrum, concurrent. De een is goedkoper, de ander is sneller. Die gebruikt één van de twee. Maar ook daar, ja, ik weet het niet. Ik twijfel heel erg. Sandbox. Nou, iedereen die Sandbox ooit heeft gespeeld, zal dit nooit van zijn leven kopen. Het is echt de meest domme game ooit aller tijden. En EOS. Ik denk dat dat vergaande glorie is. Het is een van de grootste, meest populaire, winstgevende, of wat dan ook, de ICO's geweest die het meeste geld ooit hebben opgehaald. En die hebben het meest gefaald van iedereen. Het is gewoon knap om dat te doen, weet je. Het is alsof je, zeg maar, de snelste auto krijgt om een race te gaan racen en je wordt laatste. Ja, daar ben je gewoon mogol, snap je. Dus dat is ook helemaal overgezet naar andere founders. Het is nu een community-based project. Kan zijn dat ze er wat van gaan maken. Maar ja, weet je, is dat dan waar je naartoe wil gaan? Nou, dat is even de top 50. Want ik denk dat ik anders heel erg lang aan het lullen ben. Maar dat is een beetje hoe ik kijk naar deze projecten. En dan kunnen we een andere live sessie kunnen we wel even over de andere 50 gaan. Als jullie dat leuk vinden. Goed.
Heb je er wat aan trouwens? Of denk je van, ik ben het er totaal niet mee eens? Of wat, hoe kijken jullie ernaar dan? Ja, ik vind het altijd wel interessant om, om te kijken wat, ja, wat voor projecten er nog meer zijn. Ik heb zelf niet alle tijd om alles uit te zoeken, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind het ook wel handig, zeg maar, dat iemand anders ooit gewoon eens naar een project gaat kijken en dan gewoon eerlijk zegt wat hij ervan vindt. Niet dat je zo een coin aan gaat schaffen en dan uiteindelijk gewoon aan alle kanten negativiteit over die coin hoort, zeg maar. Ja. Ik wil liever gewoon in een project stappen waarvan iedereen denkt natuurlijk van, ja, dat is nou een goed project. Ja, ja. Zullen we nog even een portfoliootje erbij pakken? Voor mij van Lunatic. Nou, Quant, mening al geven, Avalanche, goed project, Link, twijfelgevalletje. Ik heb hem zelf ook wel. XRP, naar HBAR ook over gehad, EBT, nou super nice. Ik denk dat je Ian daar vooral blij mee maakt. Sowieso. Nou, jezelf over een paar jaar. Samen met Ian gekocht, hè? Zie. Oh ja, echt? Ja, ja. Ja, joh. Blok weet ik niet meer, maar die heb je echt al heel lang, toch? Daar, voor mij hoorde ik je daar voor het eerst over. Dat was mijn eerste onderzochte coin. Maar weet je, het is... Die coins, ik kocht het in de boel. Weet je? Dus ik bewaar ze gewoon en ik zie wel wat het doet, toch? Ja, precies. Oké. Okay. Nou, XDC, dat is voor mij zin vindt, toch? ISO 222 certified. Er zijn heel veel mensen wel heel erg positief over. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar te weinig van af weet over de techniek, wat ze gebruiken en dergelijke. Dus daar ben ik even voorzichtig mee. Tenet heb ik eigenlijk gekocht uit deze Discord. Die hoorde ik zelf ook. Ook omdat het een potentiële klapper kan zijn. Maar ook omdat dat... wat deden ze nou? Voor mij was dat Diversified Liquid Staking of zo. Zie. Ja, toch? Dus in dat opzicht zit je dan... Index, Ja, dus in dat opzicht zit je dan met een potentiële klapper. Je zit in die liquid staking narrative. GRT, nou net dan even besproken, die ziet er wat tof uit. Dag weet ik niet. Ik ga er even vanuit dat ze diezelfde techniek gebruiken. Maar ik weet niet of dat een project is. Daar weet ik te weinig over. Internet computer, nou daar ben ik dan wel fan van. Die zou ik dan ook lekker houden. Dat bevalt niet op. Hè? Dat bevalt niet op. Dat je er fan van bent. Ja, ja. Nou, Credify, ja, die heb ik dan zelf ook. Ook als potentiële klapper voor de Real World Asset Narrative. PBX weet ik even niet wat dat is. Wat is dat? Parabus. Ja, Ian, weet jij dat? Nee man, die zegt mij helaas niks. Ja, dan moet je straks maar eens kijken. Het zag er interessant uit in ieder geval. Even kijken, Parabus. Let's go, Parabus. Ik kan even snel kijken. De website. Ik doe gewoon even een snelle scanner. Invest in DeFi, redefine your yield, a cross-chain borrowing and lending protocol for NFTs, liquidity positions and synthetic assets building for the Cardano blockchain. Oké. Okay. Kan interessant zijn. Was er niet pas zoiets gedeeld ook in de Discord? Maar dan voor niet door mij in ieder geval. Wat zeg je? Zijn niet door mij. Nee, oké, okay, ja. Dus, maar dit zijn wel interessante projecten. Enige nadeel is dat het dan op de Cardano blockchain zit. Dus dat zou ik dan eerder van wegblijven, want ik support het ecosysteem niet zozeer. Maar ja, ik kan het daar gewoon keihard fout in hebben, hè, guys. Dus ja, als je dat wel wilt, doe dat dan vooral. LSS is voor mij lossless, toch? Ja. Ja, de lossless vind ik een heel sterk project, omdat het eigenlijk inspeelt op een van de grootste problemen die we hebben in de DeFi-sfeer. Namelijk dat er hacks en dergelijke kunnen zijn. En dit toch een soort extra security measure is om dat soort dingen te voorkomen. Elon Musk, ja, daar ben ik geen fan van. Sandbox, ben ik geen fan van. Voor mij is dit Polkadex of niet? PDEX? Weet ik niet meer, man. Ja, klopt, ja, man. Ja, even kijken. Polkadex. Ik vond die een beetje vaag, man. Ik zat al te twijfelen om die zelf ook misschien aan te schaffen een keer, maar... Ik kon nooit echt... goede buy of zo vinden, maar ook niet echt een reden waarom, weet je, want ja, het is wel de dex van Polkadot, maar het was ook nog niet allemaal lekker draaiend of zo, weet je. Ja, dat is het ding, kijk, het hele Polkadot ecosysteem is gewoon dying, weet je. Dus je ziet hier ook, de shit is gewoon $1.30, ja. Als je even naar 33 gaat, dat is gewoon mooi, weet je, maar ja, ik weet het niet, ik zou dan, ik blijf een beetje weg uit het hele Polkadex, of sorry, Polkadot ecosysteem. Ik vind op dit moment trekt het me niet. En, nee, maar ja. Daar had ik gewoon €100 op gegooid of zo, toch? Dus ik kijk wel. Follow the hype, heet dat. Ja.
Shiba Inu, we hebben dat even... Nee, dat die heb ik voor Ian laten staan. Hallo aan Pepe, man. Wissel je om voor Pepe. Hé, hey, ik heb geloof ik $1200 eruit gehaald. In totaal. Al in 4 keer of zo. Dus op een gegeven moment dacht ik, laat maar de rest staan, toch? Ik ga stik. Even kijken. Zullen die van Kas ook even checken? Ik heb hier nog een paar, hè. Maar die zitten in mijn telefoon. Even kijken. Stacks heb ik. Ethereum. Polkadot. Solana. Phantom. Cardano. Polymesh. Maar was dat... Welke is dat? Polymesh. Is dat een... Geen idee, zo munt, Lex. Ja, nee, maar voor me was het Polygon of zo. Toch kan dat eerst? Oh, dat is... Nee, man. Het leek me sterk. Maar het was Matic voor ja. u. Ja. Matic, oké. Okay. En Terra Luna had ik nog. En ik heb ook nog ooit eens XLM. Ik heb nog BNB. Ik heb nog AVAX op die andere. Bitcoin een beetje. Dus, oké. Okay. En ja. Holo. Dat schijnt ook wel iets te zijn. Hot. Oh, die chart heb ik net bekeken nee. van Hot. En dat zat er niet goed uit. Nee, nee, maar het schijnt een leuk project te zijn, heb ik begrepen. Nou, weet ik niet. Ja. ERC20 token sowieso, volgens mij. Nee. Volgens mij is Holo geen ERC20, hoor. Nee, zijn eigen chain, volgens mij. Eigen chain, ja. Echt? Ja, volgens mij wel. Even kijken. Nou, voor mij niet hoor. Apart. Ja, misschien dat ze dat willen gaan doen of zo. Holo is de cloud hosting what Airbnb was to hotels. Okay. Holo was. Het ding was toen ook. Eigers volgens mij in. Ja, 1000% op een dag of zo, toch? Of een paar dagen? Ja, zoiets. 700% dacht ik. Hier, Holo token HOT is een ERC20 token that will be convertible to Holo fuel during the swap period. Oké, dus... Ja, alleen dan krijg je net zoiets als Poendi X. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dus dan krijg je zo'n swap eigenlijk en dan gaat heel die coin gaat gewoon dood. Ja, ik weet het niet, man. Ik, Holochain. Ja, ik heb er ook veel op verloren, toch? Dus misschien ben ik een beetje beest toen ik nog niet zoveel onderzoek deed. Toen kocht ik gewoon die shit, weet je. Iedereen had het erover. Ik denk, ja, kijk wel. Nou, lekker. Ja, daarom heb ik ze er ook. Ja. Nee, maar ik heb het tegen jou laatst gezegd, toch? Ik heb heel veel projecten waar ik gewoon denk van, ja, weet je, als dat omhoog gaat en ik heb een beetje break-even, gaat die gewoon weg. Ja. Ja, maar heel veel dan mensen zitten er op die manier in, hè? Ja, maar als je het niet als je het verkoopt, heb je verlies. Ja, dat sowieso, maar ja. Ja, als je het in een ander project zou stoppen die beter zou presteren, dan zou ik dan eerder doen. Ik had eerst ook, gewoon in shit-projecten, zeg maar. Dan denk je op een gegeven moment, ja, ik kan mijn geld er wel in laten staan, misschien dat ooit nog iets waard wordt. Maar ik kan ook gewoon weer kijken in de nieuwe stijgers, zeg maar, welke projecten nou weer de meeste kans hebben. Ja, seks. Dan kun je nog het meeste uit je geld halen, vind ik dan. Ja, maar goed, die €100 die ik er toen in heb gestort, wat is dat nou nog waard, weet je? Dus zo denk ik dan in. Dat is ook weer zo. Je zit ook weer met transaction fee. Ja, daarom. Dus ik kan het beter laten staan en dan zie ik het aan het eind van de rit wel. Ja. Sowieso de projecten die ik nu koop. Zit beide wat van in, man. Soms heb ik ook wel gewoon projecten die heb ik gewoon afgeschreven. Ja, fuck die shit. Ik heb foute keuze gemaakt toen de tijd. Nou ja, boeien. En dat is de reden waarom ik alles het liefst even tijdelijk op Bitfavo heb laten staan. Heel veel mensen hebben alles in een wallet zitten. Ik hou gewoon ervan als ik een foute project aankoop, waar misschien niet zo'n slimme keuze is geweest, om dat gewoon snel om te swappen naar een andere coin zonder te veel moeite hoeven te doen, zeg maar. Niet dat je daar ook in je wallet zit en die coin die dropt 30%. Oh, is overval? Ja, nee, ik werd geplaatst om mijn dingen te... Overval? Met gems te droppen. Maar ik heb geen overzicht wat ik echt een paar weken terug geleden zei. Ik heb gewoon zoveel XRP en ja, die gems, dat zijn echt gewoon heel wat op Ethereum. Ja, ik kan zo even een paar naar voren halen, even kijken. Even kijken. Ja, kan.
Of noemen we die van Cas even? Wil jij die van Cas beoordelen? Of de projecten? Nou, ik ben geen beoordelaar. Kut zo, dan moet ik het weer doen. Ja, leuker dan. Oké, okay, nou ja, het is... Zelf dan? Ja, kan ook. Ja, wat vertel. Dat is niet eerlijk, toch? Dat is allemaal wat? Goed. Oké, doe maar. Dan mag jij die van Mike doen. Wie gaat hem doen? Moet ik hem doen of doe jij, Mike? Doe jij maar, even de intro. Beter. Oké, nou ja, wat ik erbij gezet had, ik had Bitcoin en Ethereum zelf hier niet in deze afbeelding staan. Die zitten sowieso wel in mijn portfolio. Is wel samen, denk ik, in totaal 80% van mijn portfolio. Sorry hoor, boys, mijn headset is echt gay. Dus ja, wat hier staat is eigenlijk tussen de 1 en 3%. En dit is niet alles wat ik heb, want er zitten wel soms wat verschillende dingen die bijvoorbeeld niet op TradingView staan, et cetera. Ook zitten er wel gewoon wat trades tussen. Ja, Bitcoin Cash, het was afgelopen paar dagen, ja, 130% of zo gestegen. Daar is sowieso weer wat van uitgegooid. Ja, is het project nou echt goed? Mike zegt van niet. Ja, ik heb zoiets van, dat zag ik prijstechnisch wel interessant uit. Dus ik had gewoon wat gekocht en nu heb ik wel wat verkocht en winst gemaakt. Ja, is het dan heel goed of is het slecht project? Ik weet het niet. Optimus was die hype toen eigenlijk een beetje in blijven hangen. Maar ja, als dat een 1% van mijn portfolio is, dan stress ik hem daar niet zo om. Arbitrum. Toen ook wel ingegaan. Toen best veel hype met de launch ervan. Volgens mij staat hij nu zelfs wel onder mijn gemiddelde aankoopprijs. Of net rond mijn gemiddelde aankoopprijs. Want hij werd toen gelist op Bybit tegenover USDC. Dan was hij zelfs naar de 1 dollar gaan, net iets eronder. Dus op zich wel een goede aankoopprijs. Grail was eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als die Fila toen. Dat was toen gekocht voor die airdrop. Eigenlijk zo'n beetje in blijven hangen, man. Ja, ik kan niet echt super veel vertellen over die projecten of zo. Ik zit daar niet echt super diep in. Ik weet wel dat die Grail die launchpad van Arbitrum is, als ik me niet vergis. Ja. Dus ja, daar was ik toen wel positief over. En hij ging toen ook wel goed, maar hij is wel weer echt veel gezakt, hoor. Ja, die hype is dan weg en dan stort dat helemaal in. Ja, Iost. Dat was volgens mij die Chinese narrative... hype toen, als ik me niet vergis. Ja, IOST, dat zijn die Chino's die samen aan het Chinese CBDC-platform werken, ja. Ja, nou ja, die staat er niet echt super lekker voor of zo. Nou ja, ik heb zoiets van, ik hou die nog wel even vast en ik kijk het wel eventjes aan. Weet je, als het tussen de 1 tot 3% van mijn portfolio is, stress ik ook niet echt om iets wat omlaag gaat of zo. Precies. Bitmax token, dat is eigenlijk gewoon een beetje de BNB van Binance, maar dan van Bitmax. Hier, Bitmax is natuurlijk best wel in een probleem geweest de afgelopen tijd. En volgens mij eind vorig jaar hadden ze zijn eigen token gelaunched. Eigen nou ja, governance token. Je kan korting krijgen op de fees. En ik weet sowieso uit... dat er echt big boys op die exchange aan het traden zijn. Vandaar dat ik gewoon een beetje van die shit wil hebben. Omdat ik denk dat Bitmax, ik weet niet of FTX terug gaat komen of iets dergelijks, maar dat hun gewoon een stuk marktaandeel gaan afpakken van ja, wat voorheen dan van FTX was, hun gaan daarin terugkomen, ben ik van mening. Dus ik wil daar gewoon een beetje op inspelen. Cadena, nou ja, hebben we het vaker over gehad. Is die JP Morgan shit was wel echt diep gedaald trouwens hoor, Cadena. Dat verbaast me wel, maar ja, dat hoort erbij. Ja man, nieuwe loos neergezet volgens mij, man. Ja, lekker. Ja, ik las al een comment over. Iemand werd weer boos, toch? Ja, je zei Cadena is een goed project. Toen dacht ik, ja, bitch. Maar niet, zeg maar, binnen 2 maanden. Ja, weet je, in zulke shit, ja. Ik vind het wel een beetje lastig. Doe je ook fucking dan... research, zeg ik toch altijd? Ja. Kijk, 51. Maar ja, je moet misschien ook geen life savings naar al die altcoins stoppen, weet je. Dan hoef je ook niet te stressen als die shit een keer gaat dalen. Maar ja, dat moet iedereen leren natuurlijk. Yep. Ja, ik weet het niet. Even kijken, oké, maar hij is wel, ja, $50 cent, ja.
Zeg maar. Ja, maar als je dit ding op all time zet, ja, dan staat het er niet echt rooskleurig voor of zo, weet je. Nee, ja, klopt. Even kijken, ik ben even benieuwd wanneer ik die... Ja, ga maar verder hoor, sorry. Ik zoek even die video. Oké, Dodge. Cadena is ik weet dat jullie er niet zo fan van zijn. Ja, het is een oude meme. Ik hoor dat ook. Ik snap ook zeker jullie dinges daarover. Ik weet wel dat Elon Musk nog bezig is met Everything X platform. Ja, er was toch gewoon een keer een narrative dat dat misschien een betaalmiddel in die app kan zijn. Mocht dat zo zijn, ja, dan ben ik van mening dat die shit wel gewoon kan pompen. Dus daarom zit ik daar gewoon een klein beetje in. Polkadot, ja, daar was ik altijd best wel hyped over. Misschien, ja. Ja, waarom? Waarom? Ik weet het niet, man. Al die parachains, het leek toen wel goed. Maar ja, die shit, die daalt gewoon zo super ziek, man. Ja. Ik wou daar gewoon een beetje op inspelen. Toch op die layer 0 is dat volgens mij. Zcash, privacy narrative. Die shit staat gewoon veilig in een wallet. En ja, daar kijk ik over een tijdje alweer eens naar als die shit lijp gestegen is. Want zoals Bitcoin Cash, Zcash, dat heeft allemaal een eigen cyclus, weet je. Inhoudelijk hoeft het misschien niet heel goed te zijn. Of fundamenteel niet heel sterk. Maar als die shit weer terug gaat naar oude levels, ja, dan heb je gewoon een prima trade. Of dan, ja, wel of niet goed is onderliggend. Zo kijk ik er ook een beetje naar. Misschien is dat niet de goede visie en dan kom ik daar uiteindelijk zelf wel achter door verlies. XRP, nou ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Peer, ik weet niet of de mensen daarmee bekend zijn. Het is in ieder geval gaming blockchains, eigenlijk is een beetje metaverse. Jullie zijn er niet echt fan van, hoor ik al. Mike en ja, Ian volgens Ian mij. Wel, hoor. Ian wel. Ja man, maar dat is Peer. Een van de top. Hey man, Vulcan Verge is het project. Ja, 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 juist. En ik, ja, wat ik gezien heb, ja, ik zit er natuurlijk niet super diep in of zo. Ik ben niet echt die super diep in de shit zit, maar ik hoor hier goede dingen over. Ik zag hier wel goede dingen over. Ik heb op zich een prima aankoopprijs. Dus die shit, die staat gewoon veilig en die hou ik vast, toch? Zo kijk ik daarnaar. Wou je nog iets op aanvullen daar, Ian? Nee man, maar dit is echt puur als een sok, hè, dat de metaverse echt een ding gaat worden. Ja, dus je weet het niet man. En persoonlijk zou ik echt niet gokken op metaverse munt. Tuurlijk heb ik pieren, maar ik heb misschien 95% verkocht al echt heel lang geleden. Omdat ik zie heel snel andere mogelijkheden en ben ik geen voorstander van bags naar nul te houden. Nee, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Maar deze heb ik vrij laat op kunnen pakken, gelukkig, dus... Ja, maar hij staat gewoon echt super laag, hè. Dus vergis je niet, hij is echt sinds april of mei vorig jaar, juni vorig jaar echt aan het droppen. Mm-hmm. En stel dat die hele metaverse gebeuren dus inderdaad aanslaat, ja, dan kan die ding zo van 20 cent zo weer naar $20 gaan. Dat is gewoon een x of zo. Hij zit wel super lang in deze range ook, hè? Precies. En how long the accumulation, the bigger the expansion. Dat is echt... Ja. Dus ja man, vooral begin dit jaar, eind vorig jaar, was het gewoon een range van 100% die je kon traden op spot eigenlijk, weet je. Je koopt support, verkoopt resistance en ja, dat was gewoon drie keer heb je er bijna de kans gehad om gewoon bijna 100% erop te maken. Ja, man, zo kan je er ook naar kijken, weet je. Ja. Woe, ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is in ieder geval een opkomende exchange. Ik was daar zelf vrij positief over, omdat hun ook een DEX hebben. Dus ze hebben gewoon volgens mij die centrale exchange en ze hebben dan een decentrale exchange. En ja, deze coin die had ik toen, omdat ik daar ook wel wat wou gaan traden. En het was toen zo goedkoop om die maximale shit te kopen. Om dan gratis op hun platform te traden, zeg maar. En de user experience die je op dat platform hebt was ook wel fijn. En het was eigenlijk een beetje hetzelfde narrative als Bitmax. Hier Bitmax is natuurlijk al veel ouder, dit is een opkomende exchange. FTX is weggevallen en er is in de aankomende boelmarkt gewoon ruimte voor nieuwe spelers. Dus ja, ik denk dat... Dus ik wil daar gewoon een beetje op inspelen, toch? Iedereen weet wat er met Binance Coin gebeurd is. Van $20 naar fucking $6,500, $700. Dus ik wil daar gewoon een beetje op inspelen. Energy Web Token, vaak genoeg over gehad. Ben ik trouwens best wel bullish over ook, wat ik zie. Die wil ik nog wel wat gaan vergroten richting 5-6% denk ik van mijn crypto.
Pila, nou ja, net al een beetje benoemd. Wat zei je? Nee, niks, ik noemde hem op. Rose, een beetje hetzelfde als Zcash, dat is die privacy narrative. Ja, verder de rest kan ik daar niet super veel over vertellen. En ADA, ja, iedereen kent ADA wel. Dat is, ik vond gewoon dat ik een mooie buy had op ADA. Fundamenteel niet super diep ingegaan. Ja. En even een vraagje voor iedereen. Hebben jullie ook een strategie wanneer jullie van plan zijn te verkopen? Want je kan best voorstellen dat bijvoorbeeld een van de munten in jullie lijst eerder gaat vliegen dan de ander. Dus... Mm-hmm. Je zou dus moeten switchen, dat is het punt die ik wil maken. Je moet voor jezelf bepalen op welk punt je het zou willen verkopen. Toch? En aan de hand van analyses kan je dus je verkooppunten bepalen en waar je het weer in kan stappen. Maar je moet voor jezelf een strategie hebben van oké, deze munten blijf ik alleen bijkopen totdat de piek bereikt is van de nieuwe run. Want je moet een strategie hebben wanneer je erin gaat. Want als je niet erin gaat, weet je niet wat je moet doen wanneer er dus iets afwijkends gebeurt, als je snapt wat ik bedoel. En... Ik vind dat op zich best wel lastig, man. Want weet je wat het is? Stel jij koopt een muntje voor 100, 200 of $300, ik zeg maar wat. Die shit gaat keer 2. Dan kan dat bedrag voor jou bijvoorbeeld helemaal niet aanvoelen van oh, ik heb nu echt lekkere winst gemaakt of zo. Terwijl je procentueel best wel goede winst gemaakt hebt, toch? Dus ik heb altijd zoiets van ja, dan hou ik het liever vast. Maar aan de andere kant is het ook zonde om al die profits weer in te leveren. Dus ik denk dat ik zelf echt moet gaan kijken naar percentages. Oké, doe je 2x, haal je zoveel procent van die positie eruit, ongeacht hoeveel het bedrag is. Oké. Misschien is dat ook wel leuk om volgende keer te behandelen of zo, weet je, een exit strategy. Hoe je dat bepaalt, hoe je dat kan bepalen. Ja, lijkt me wel een goeie, man. Ja, man. Lijkt me zeker een goeie. Ja, ik heb bij mezelf dan gewoon een wallet max staan, zeg maar. Dus als mijn wallet op een x bedrag komt te staan, dan cash ik gewoon de helft uit en laat ik de rest staan. Dan ga ik gewoon holden en dan misschien nog een beetje bijkopen wanneer die dipt. Maar voor de mensen die vorige cyclus mee hebben gemaakt, hoe hebben jullie dat toen gedaan? Ja, ik zeg je eerlijk. Dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Ik zie jullie al deze munten houden, maar niemand steekt ze of sleutelt ze op. Of begrijp ik het verkeerd? Klopt, man. Ik heb die woe toen wel eventjes gesteekt, maar uiteindelijk wel insteken, man. Want ik weet even niet wie die injective had. Was het Thijs of zo? Steken die injective, Thijs? Nee, ik heb geen staking aanstaan op Bitfavo. Daar ga je al de fout in. Ja. Want je moet het nooit via de exchange steken. Nee, ik heb hem niet aanstaan op Bitfavo. Hè. Ik heb dat maakt het niet beter. Oh, weet ik, maar daarom moet je je injective moet je uit de exchange sturen. En naar de protocol zelf. Want als je het in de protocol opsluit, krijg je daar rewards en airdrops voor. Plus, je krijgt een veel hoger APY dan wat die exchange jou aanbiedt. Want dat is dus mijn verhaal van de vorige cyclus. Ik was zodanig afhankelijk. Oftewel, ik kreeg gewoon automatisch money. Omdat ik diep in de ecosystemen zit. Ik zit in Avalanche, in Phantom. Maar dan ook nog projecten erin. Die mij dus dagelijks gewoon $4-5 geven. En die kan ik dan direct uitcashen. Want je krijgt het in Phantom of Avalanche. Dus gewoon 0,2 Avalanche of 10 Phantom bewijs van. Noem maar even wat. Maar dit is heel belangrijk, want ten eerste, je krijgt gratis doekoe voor het opsluiten en houden van. Ten tweede, je bent verzekerd dat jij gewoon grip hebt over jouw investeringen. Want ja, het zijn jouw keys, het is jouw coins. Op een exchange heb je dat niet en vergis je niet, hè. Die exchanges gaan, ik denk dat ze allemaal zullen wegvallen. Omdat er zodanige regulering gaat komen, dat elke exchange, KuCoin, Binance, Coinbase, noem maar op, Bitfavo ook, ze gaan... De overheden willen het allemaal beheren in hun handen. Oftewel het via de banken die we nu hebben aanbieden. Anders hebben banken geen nut meer. Dat is dus de toon. Ja. En daarom wil je dus geld niet op exchanges hebben, guys. Je moet het echt zo snel mogelijk weghalen vandaan. Want als dus een exchange afgesloten wordt, is opeens al je doek weg. Vergeet dat niet, dat kan zo gebeuren.
denk niet dat Coinbase gaat vertrekken, aangezien alles wat BlackRock aan gaat kopen, mocht die spot ETF van hun geaccepteerd worden, wordt via Coinbase vastgehouden. Ja, nee, Coinbase is een custody, maar zij gaan ook niet vertrekken, ze gaan gewoon expanden, dus ze gaan uitbreiden. Want wat logisch is, omdat crypto nogmaals is een internationale markt, het is niet beperkt op één plek. Maar dus mijn punt om even terug te komen hoe ik het vorig jaar heb gedaan. Ik zat dus in de protocols, maar omdat de gas fees zodanig zo hoog waren, moest ik bijvoorbeeld om 5 ruggen uit te cashen, moest ik iets van 1800 betalen aan gas fees. Dat was toen een half Ethereum of zo. Weet ik even niet. Maar dat heeft mij toen gefokt. Ik was heel veel in Ethereum. Echt het grootste deel van mijn portfolio zat in ETH-ecosysteem. En de gas fees waren absurd hoog. Soms was het 1 Ethereum om dus een transactie te doen. Of uit het protocol te stappen. Waardoor ik dus echt zeker veel geld heb gewoon verloren in de laatste run. Want voor de mensen die het niet weten. Ik was in de laatste run was ik gestopt met werken. Ik had 15 barkje geflipt naar 60 ruggen. Dat is allemaal in een jaartje gebeurd. En naar mijn mening gaat dat volgend jaar gaat dat gebeuren, guys. Dus daarom, wat we nu aan het doen zijn, is voorbereiden op. Maar volgend jaar gaat hetzelfde shit gebeuren. Dingen gaan kwijt. Maar naar mijn mening veel erger. Maar anyway, nu gaan we weer speculeren in de toekomst. Punt is, haal je geld van exchange als je wilt en die daar hebben, want het is super gevaarlijk. En investeer in protocollen die jou gratis toegeven. Oftewel, je moet decentraal kunnen handelen. En dat ontbreek ik ook bij veel van jullie. Ik zie heel weinig decentrale protocollen die het dus over zullen nemen als Binance, Coinbase, Kraken, zeg maar, zwaar onder heavy attack zitten. Want dan krijg je protocols zoals die GMX, daar hebben we vaak ook over gehad, GMX protocol. Die GMD ook, dat is een real yield. Ja, GMX is een DEX, een perpetual DEX om het zo maar te noemen. Maar die protocols, guys, die gaan naar mijn mening super, super kwijt gaan. Aankomende run, omdat 1 lage circulating supply en 2 het is decentraal. Je kan het niet stoppen. Binance kan je altijd stoppen. Je weet waar ze zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Maar decentrale tories, die kun je niet stoppen. En daarom denk ik dat, ja, deze shit gaan we gewoon super kwijt gaan, man. Daarom een Uniswap ook. Dat is een decentrale EMM. Liquidity pools. Uni gaat ook kwijt gaan. Dat. Ja, facts. Maar we moeten zien hoe het uitpakt. Hè. En dus daarom mijn money. Ik zit zodanig diep in de rabbit hole. Vooral in Phantom zit ik ook in het hele ecosysteem dat ik gratis money krijg. Als het klopt, hè, wat ik zeg, dus dat decentraliteit over gaat nemen. Yo, dan moet je nagaan als ik nu al, zeg maar, niet hoef te stressen. Dan wat denk je dat over dat gaat gebeuren wanneer het echt zo is dat decentraliteit heeft overgenomen. Yo, dan leef ik gewoon, ik hoef geen ruk te doen, ja. Om het even zo te noemen. En dat is dus de kracht van make money work for you. En DeFi en real yield en al die andere dingen. De kracht van blockchain gewoon eigenlijk. En daarom ben ik echt zo'n grote gelover erin, man. En get ready, man, guys. Get ready. Dat is super spannend. Ik heb nog geen portfolio. Wacht op Bitcoin 10k. Nee, wat? En misschien ook wel Ian. Ian. Yo. Misschien ook wel leuk om volgende keer een keertje te behandelen, toch? Het steken, hoe je steekt. Want ik denk dat niet iedereen weet hoe het werkt, toch? Ja, zeker. Dat kunnen we echt. Kunnen we doen. Ja, man. Maar het ding is wel dat bij heel veel protocollen ook net iets anders werkt. Dus het is ook niet echt een one Jawel. Answer fits all. Ja, maar nou, het is wel een basic. Er is wel een basic, want wat Alex bedoelt, denk ik, is dat je echt gewoon niet op de exchange handelt, maar echt gewoon in jouw browser. Dat je met MetaMask of een andere hardware, een Chrome extension of een wallet extension, dat wordt je portemonnee. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Hij zegt toch net ook, ja, ik heb Bitfavo staking heb ik uitstaan. Weet je? Ja, maar je moet helemaal niet meer Bitfavo staken, nee. Nou ja, plus dan loop je juist in het risico, hè? Want dan maak je gebruik van een off-chain staking services. En dan kan je het kwijtraken, wat eigenlijk nu ook met hun speelt, toch? Dus dat ze die klap nog wel kunnen opvangen, maar dat het eigenlijk in de kleine letters staat dat als ze dat niet doen, jij gewoon je crypto kwijt kan zijn. En vertrouw me, als ze vallen, vallen ze allemaal, hè? Dan ben jij het gewoon kwijt. Yep. Fila is ook een decentrale exchange, toch? Yep. Oh ja, en trouwens over Fila. Die is live, hè? Vandaag zijn ze live gegaan, hè? Ja, woensdag gaat die open. Die site is vandaag live. Ik ben echt benieuwd naar die airdrop, man. Ik zeg jullie.
Hebben jullie getrade in de tussentijd gebruik gemaakt van die beta? Steken jullie Vela? Heb je Vela gemint, USDC? Wat zijn dingen die je moet doen in de protocol om daarvoor gereward en beloond te worden? Als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd, man. Want ja, als Vela echt zo gek is en ze doen opeens een gekke airdrop, je kan zo een doelzoen krijgen en dan kan je weer, weer verder. Maar je moet even kijken hoe het uitpakt natuurlijk. Maar dus Vela is een dex die ook echt veel potentie heeft. Welke ding zou je nog aanraden om bij mijn lijstje in te gooien? GMX, man. Ik ontbreek bij iedereen GMX. Dat woord. Yo, guys. GMX? Oh my god. En natuurlijk die GMD kan ook. GMX en GMD. Ik heb niet veel GMD. Ik heb maar 2 of 3 GMD of zo, weet ik veel. Maar er zijn maar 10, 20, 30.000 van. Dus als dit echt zo is wat ik zeg, dat decentraliteit zodanig groot gaat worden, dan moet je begrijpen dat 1 GMX of 1 GMD echt zo richting de 40, 50, misschien wel 80, 90k gaat gaan. En wat allemaal al gebeurd is bij protocols zoals YFI, dat is ook zo'n DeFi waar het allemaal mee begonnen is. Bijna 500 miljoen market cap zie ik. YFI of welke? GMX? GMX. Ja man. Maar als je de grafiek ziet, is het ook wel echt een hele mooie grafiek. Besef voor een munt die gelanceerd is in een beermarkt. En wat vind je dan van dat Max Supply Infinity is? Van GMX? Ja. Oh, hebben ze dat aangepast sinds kort, joh? Dat staat op CoinMarketCap. Ik gebruik Gecko, man. Dus ik ben even niet achter mijn pink. Ik zal even checken op Gecko, ja. Ja, zie je, dat dacht ik al. De maximale supply is 13,250, ja, 13 miljoen of zo. Zie ik staan op CoinGecko. Ik weet niet waar CoinMarketCap hun informatie vandaan had. Jeetje, maximale voorraad 13,2. Ja. Dus ja, GMX die... Bij CoinGecko, helemaal onderaan. Totale maximale voorraad. Mhm. Ja, vaag dat het op CoinMarketCap Infinity is. Ja, ik zag het op CoinGecko, zie ik het al staan, ja. Ja, heel apart, heel apart. Maar ja, dit soort protocols, GMX, GMD, yo, het kan, deze kunnen echt zo kwijt gaan, man, omdat er echt heel weinig van zijn. En ze willen dus iets dat niet controleerbaar is. Want, wow, dat is heel belangrijk. Niemand kan het stoppen. Dus, ben benieuwd. Oké. Okay. Wie zei je hier? GMX en GMD. Oh ja, ik heb ze geschreven in de chat. Ja, ik ben niet aan het. Ik ben mijn G'tje aan het draaien, tot iets. Helemaal klaar liggen. Zo. Die targets zijn wel eng hoor. Die allemaal opnoemt. Ja, maar wie heeft dat gezegd? Ja, ik. Maar ja, als je terugkijkt in 2017, had je ook gewoon een keer 100 tot 500. Dat is echt absurd. Precies, en dat juist. En daarom zeggen Mike en ik dat de afgelopen run, die is een afwijking van wat een echte bullrun is. En alles is dus nu zodanig gelegd om dus deze run het waar te maken. En daarom dus ja, daarom speculeer ik zo hoog eigenlijk. Maar omdat ik weet dat het in principe mogelijk is. En het hoogstwaarschijnlijk ook gaat gebeuren. En... Ja, het is jammer om te zien dat bijvoorbeeld die GMX of GMD naar een beetje gaat per stuk. En dan heb je niet eens één ervan. Snap je wat ik bedoel? Dat zou heel jammer zijn. Of een halve ervan. Het gaat gewoon heel de wereld over crypto praten. Iedereen, ja, maar dat gaat letterlijk gebeuren. Hè? Dat is dus een gameplan ook geweest van de SEC. Gewoon nogmaals uitstellen. Het is niet goed. Maar yo, guys, dit is het, man, guys. Dit is het, man. Ja. Dit is het. En nog één ander dingetje is dat ik zie ook heel veel POS-munten, dus proof of stake, maar heel weinig proof of work. Want we weten dus dat de vorige run Ethereum is geswitcht van proof of stake, sorry, van proof of work naar proof of stake. Dat dus inhoudt dat er heel veel computerkracht in principe niets doet. Ik denk dus dat andere protocollen daarvan zullen profiteren. En daarom kunnen we proof-of-work protocols niet uitsluiten deze run. En een paar hele goeies is Cadena, want het is eigenlijk heel raar, maar Cadena is naar mijn mening echt een top 5 POE hybrid munt. Maar ik kijk dan eerder naar nieuwe generatie munten. En dat zijn dus die Nexa, die Radiant, NXD,
Die had ik allemaal ook in mijn lijstje gezet hoor. Maar die naar mijn mening, die hebben de meeste groeipotentie. Ja, het meeste marktaandeel die ze dus in kunnen nemen als proof of work, oftewel crypto, nergens naartoe gaat. Hmm. En die zijn ook super laag nu op het moment, want ja, ze hebben nooit een stimulus meegemaakt. Mike. Oh. Mike is loesoe. Nog Rio bijgekocht. Die verdubbelt ook alleen maar. Welke? Rio. Rio, wanneer die zakt, verdubbelt die weer. Zakt die weer, verdubbelt die weer. Het is echt niet normaal. Je kan hem ook steken. Ja, Rio moet je ook steken eigenlijk. Want je krijgt dus. Ja, ik zie echt, jullie lezen de whitepaper niet om op dit moment te kopen. Rio kan je dus steken voor een andere asset. Airfuel, ik weet echt niet welke asset je krijgt, maar je krijgt iets anders. En daarmee kan je dus ook x andere dingen doen. Als je dus denkt dat Rio dus echt groot gaat worden, geloof me, je wilt het andere ook krijgen, want dat gaat ook groot worden. Dus daarom ben ik echt een grote voorstander om die Rio's gewoon allemaal te steken. Maar ik denk dat we de volgende keer echt een video moeten doen daarover, Mike, hoe je dus echt de munt van exchanges afhaalt en dus echt in je eigen handen hebt en het erop sluiten. Ja man, maar het ding is wel dat, dat die onderdeel is van het Ethereum-netwerk, toch? Voor mij is het gewoon een Ethereum-token. Maar op het moment nog wel, ja. Ja, dus die dingen zijn ook over het algemeen wel, wat jij eigenlijk net vertelde, toch? Dingen zijn ja, duur. Ja, een beetje expensive. Juist. Ja. Dus die ligt er ook een beetje aan met hoeveel geld je erin zit, want ik zit er maar met een paar honderd euro in. Omdat het gewoon zoiets is van, als die gaat, gaat die lekker. En, maar het is niet dat ik zeg van, joh, ik ga hier balls diep in, zeg maar. Nee, ik ook hoor. Op het moment heb ik een kleine 200 of 300 erin. Maar ik zeg het je eerlijk, ik wacht op een bag. En als die bag er is, ga ik wat Rio kopen en dan ga ik hem dus wel opsluiten. Ja, ik heb hem denk ik nou al hoe ik moet steken. Ja. Dus best wel makkelijk, want die lineair, zeg maar, die ik heb, die Lina, die kun je dus schijnbaar ook steken. Alleen dan moet je hem ook naar je wallet toe sturen, zeg maar. Ja. En dan connect je gewoon je wallet door een QR-code te scannen. En dan kun je daar, ik heb hem even in de chat gezet. Dan kun je zeg maar stakelina.usd. Dan kun je daar je Lina dan steken, als dat klopt. Maar controleer wel goed of het echt de originele website is, hè? Ja, het is builder.linear.finance, officieel van Lina. Ja, dat is ook een goed puntje die je daar zet, Alex. Ja, die nooit je wallet zomaar verbinden, man. Echt. Nee, daarom. Kijk, ik heb mensen gehoord die hebben gewoon duizenden dollars verloren. Omdat ze gewoon via Google gingen zoeken. Terwijl je eigenlijk via CoinGecko moet of wat is ja, Bitcoin? Of weet ik het. Weet je? Die zijn originele website. Dan kom je op hun website. Want mensen, als je connect en je connect je wallet, ben je alles kwijt gewoon, hè? Ja man, één keer. Wees daar ook bewust van. Ja. LDO begint ook steeds interessanter te worden volgens mij, man. Die Lido, hè? Qua prijs. Ja, oké. Okay. LDO, ja, hij zit nog wel echt... nog niet die helemaal Lido, terug. Lido. Ja. Ja, dat is die LSD, man. 30% van... ja, daar heb ik eigenlijk ook nog niks in, hè? Ja, Tenet is een liquid staking. Ik denk dat liquid staking ook echt super groot gaat worden, man. Maar dat is nogmaals puur als wat Ethereum gaat doen. Want kijk, nu is heel veel oog of aandacht op Bitcoin. Bitcoin krijgt een ETF, Bitcoin dit, Bitcoin dat. Maar vergis jullie niet dat er ook een Ethereum ETF gaat komen, guys. En als dat gebeurt, joh, dan... Ja... Dan is het off to the horses, races. Even kijken wat ik wil. Is er ook nog een bepaalde wallet waar je het beste mee kan, hoe heet dat weer, steken? Ja, dat hangt echt per platform af, man. Want bijvoorbeeld op Luna heb je andere wallets. Avalanche kan je MetaMask gebruiken. Maar zij zijn ook voorstander van hun eigen wallet, de Core Wallet noemen ze dat. Phantom kan je gewoon MetaMask gebruiken.
Ja, ik heb zelf een Trust Wallet. Ik weet niet of dat ook... Ja, Trust Wallet is zeker een van de betere, ja. Maar dat is wel van Binance, dus onthoud dat Binance heeft Trust Wallet gekocht. Dus ja, als er weinig geloof in Binance is, hoeveel geloof is er in de Trust Wallet? Vraagteken moet je zelf invullen. Maar, ja. Die Blank. Of die GMD. Ja. Ik zit op net te kijken. Ik heb de Coop Network, GMD Protocol of Goldman. Nee, GMD Protocol. Protocol. Lijkt even bij mijn favorieten zetten. Toch ga ik morgen even kijken. Zie. Wie is een Bitcat te verkrijgen alleen? GMD? Ja. Zo, ik weet niet als hij al gelist is op een Maxi. Volgens mij wel hoor, en Qcoin. Even kijken. Ik ben aan het kijken. Is hij alleen Bitget? Oh, zo, ja man. Niet dus. Hij is nergens gelist, echt niet GMD. Ik kreeg GMD en GMX door elkaar. Die GMX is voor mij wel gelist overal. Of ja, bijna overal. Ja, ik bedoel nu GMD. Ja, GMD. Ik heb gekke hoop op GMD, man. Ik heb er 60.000 van. Oh my god. Wat, heb je er 60.000 van? Nee, nee, er zijn maar 60.000. Oh. Je hebt 10 exchanges waar je op kan kopen. GMD. Uniswap. Bitget. Camelot. Ja, en precies. Dat zijn die... ja, toch? Ja, het is allemaal, dat, zijn allemaal, dus, dat zit allemaal in het DeFi-ecosysteem. Het zijn allemaal plekken waar dus je eigen wallet moet connecten. Maar is dat ook dan op Ethereum-netwerk? GMD een is... Ik word een beetje rood van die fucking fees van Ethereum op Uniswap, man. Ja, maar dus daarom kreeg je layer 2's. En deze is op Arbitrum. En Arbitrum is best goedkoop. Vela is ook op Arbitrum, toch? Ja, klopt. Dat is wel beter. Ja, man. Ja, dat is het zo'n beetje, denk ik, hè. Ja, voor vandaag denk ik wel, toch, of niet? Ja, man. Zie. Oké, guys, dus zet sowieso in de agenda een nieuw evenement aanstaande donderdag om 8 uur. Ik zal hem maar verlinken. Dat is voor mij deze. Dank je. En ja man, dan zie ik jullie gewoon weer of daar of volgende week maandag om 8 uur. Yes. Goed, boys, goed rusten. Is ja, goed. Hey, bedankt allemaal voor rust gaan. Hey, later man. Hey, ciao. Oké, guys, heb je nou een interesse om hier volgende keer zelf aanwezig bij te zijn, om mee te praten, te discussiëren? Op de donderdagen om 8 uur hebben we vaak iets waarbij we aan het leren zijn. Ja, join dan de VIP via de link in de beschrijving van deze video. En dan zie ik jullie later weer. Peace.